Ja, het thema is Hans Stevenen. Ja, het is de rode draad door de uitzending. Ik ga er allemaal maar eens lekker voor zitten. Want wordt het lakt. Live, Hans. Ja, goedenavond, welkom bij een nieuwe serie Zomergasten. Vanavond zit Hans Theeuwen bij mij aan tafel en inderdaad, Hans, het is live. Cool. Ja, ongeveer 3,5 uur lang en daarna komt je lievelingsfilm. Yes. Ja. Goed zo. Ja. En zoals het er nu naar uitziet hebben we 17 fragmenten, maar je weet het nooit. Kunnen het er nog meer worden dan? Of minder? Minder eerder, hè? Eerder minder. Oké. Ja, ja. Ik las in een krant dat jij zei, er kan één reden zijn dat ik voortijdig opstap en dat is dat ik mijn vrouw bevalt. Ja, maar dan zou het echt een maand te vroeg zijn. En dan weet ik niet of ik dat kind überhaupt wel wil. Kind want? Een kind wat een maand te vroeg komt, dat kan niks zijn. Dat kan niks zijn. maar die kans is dus gelukkig niet zo er groot. Is ergens een kort lijntje hier met thuis, dan hoor je dat wel. Dan word ik gebeld. Goed. Nou, Hans. Daar gaat het. We kunnen een heel gesprek van tevoren houden. Maar mensen kennen jou als cabaretier, als muzikant. We zagen net in het nieuws overigens, want je houdt van jazz, dat de Lady of Jazz is overleden, ja. Rita Reis. Heb jij haar gekend? Nee, ik heb haar nooit ontmoet. Ik heb haar wel eens zo horen zingen, vond ik leuk. Met Pim Jacobs, die heb ik wel heel goed gekend. Maar alleen van televisie. Ja. En vond je haar goed, Rita Reis? Ja, voor mij wel. Ze is net dood, hè. Dus ik ga niet al te kritisch natuurlijk meer over iemand die net... Geweldige zangeres. Fantastische zanger, een hele leuke collega. Ja. Oké. Zullen we gelijk met een fragment beginnen? Ja, dat is goed. Je hebt eigenlijk een soort amuse meegenomen, vind ik, om te starten. Hè? Iets vrolijks, ja. Iets vrolijks. Iets depperigs. Mag zeggen, bijna iets tuttigs. Een fragment uit Singing in the Rain. Dat is helemaal niet tuttig. Dat is hartstikke knap. Doe het maar eens. Moet je daar eens kijken en dan moet jij het daar proberen na te doen. En dan kijken hoe tuttig het is. Ik denk niet dat ik eraan ga, want het gaat om twee tapdancers die we gaan zien. Ja, hè? Het is Gene Kelly en Donald O'Connor in Singing in the Rain. Ja, en waarom wilde je ons dat als start laten zien? Nou, omdat ik keek vroeger alle tapfilms. Ik weet niet waarom, maar ik vond dat heel erg leuk. Alle Fred Astaire's en alle Gene Kelly's en zo. Nicholas Brothers had je vroeger nog. Die waren ook fantastisch, ja. En ik weet niet waarom ik dat zo fantastisch vond, maar ik denk het ritme. Ik denk dat het met het ritme te maken heeft. En dat het zo ontzettend vrolijk is. Ja, nee, want dat bedoelde ik misschien met tuttig, dat hij zei van ze kijken altijd vrolijk. Oh, er wordt weinig boos gekeken. Tuttig is voor jou vrolijk. Tuttig is voor mij vrolijk, ja. Nee, het is vrolijker dan Singing in the Rain wordt het leven niet, denk ik. En waarom heb je niet voor het fragment gekozen dat iedereen nu te binnen schiet, namelijk Gene Kelly... Letterlijk in de regen dansen. Ja, dat kent iedereen al. Ja. Ik dacht, het moet een beetje origineel uit de hoek komen. Dat mensen denken, jezus, wat een originele keuze maakt hij nou weer. Ja. En waar gaan we nu naar? We gaan nu naar die twee mannen kijken. En wat is het fragment dat we zien? Ja, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar de film gaat over de overgangsfase tussen de stomme film en de sprekende film. En dan moeten dus al die acteurs die moeten ook spraakles krijgen om goed te leren spreken. En daar gaat dit stukje dan over. Ja, er zit een klein verhaaltje, maar het gaat jou puur om de dans, om de tap. Ja, precies, om de tap. Dat is heel, en het leuke liedje. Oké, okay. Singing in the Rain. Singing in the Rain. Moses supposes his toes are roses. But Moses supposes erroneously. Moses, he knows his toes aren't roses. As Moses supposes his toes to be. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. But Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. A Moses, a Mose. A rose is a rose. A toes is a toes. Hoot,
Dee-doody doodle. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be. Zo. Nu jij. Nou, die dansen ga ik niet doen. Dus inderdaad, dat heet... Ja. Maar wat vind je zo mooi in deze specifieke scène? Oh, niks. Er zijn zoveel van die dansscènes, maar ik vond deze wel leuk. Ik vind hem ook heel goed. Ik vind hem eigenlijk nog leuker dansen dan hem. En waar zie je de verschillen? Wat zie je? Wat is er anders aan? Nou, zijn kuitspier, die is ja, veel... Nee, is die losser? Is die wat... Ja, nou, dat weet ik toch allemaal niet. Ik vind het gewoon hartstikke vrolijk en hartstikke leuk. En ik dacht, we beginnen gewoon lekker vrolijk, zodat we ook een beetje ontspannen. Ja. Dat is belangrijk, want het is voor ons allebei nieuw, dit. Ja, klopt. Dus we moeten ontspannen. Ja. Dan kunnen we gesprek hebben. Ja, jij zei dat je dit vroeger heel veel zag, allerlei tapfilms. Ja. Ik wilde alleen maar films kijken uit de jaren 50. En die kwamen op de BRT altijd, elke zaterdagmiddag. Dus ik heb er heel veel gezien. Waarom weet ik niet precies. Hoor. Nee. Even het beeld schetsen. Jongen uit Budel, toch? Ja. Brabant. En dan keken jullie graag naar de BRT. Ja. Ja. Ik keek naar de Belgische televisie. Die zonden altijd elke zaterdag films uit. En zo heb ik echt honderden oude films gezien. Want het is een beetje een... cinematografische ontwikkeling opgedaan dankzij de Belgen. maar zat je daar alleen naar te kijken? Waren je ouders daarbij of vrienden? Of ja, soms hadden mijn ouders hadden ze iets te doen. Ja. Konden ze niet. Maar alleen. Dat was een alleenige bezigheid, ja. Oké, dus hij werd aangezet of je zette hem zelf aan en je ouders waren... Ja, ik zette dan zelf de tv aan. Die waren de hoort op, die waren weg. Ja, die waren aan badmintonnen of wat ze ook deden in die tijd. Ja. En dan ging ik daar naar kijken. Ja. Oké. Okay. Heb je het beeld? Nee. Ik heb nu het beeld een beetje. Lag je op de grond? Nee, op de bank vaak. En dan lag ik dwars zo op de bank en dan de tv aan. Ja. En dan maar afwachten wat er kwam. Ook alle oude komieken keek ik ook allemaal. Dus ook echt hele oude comedyfilms. Ja, Chaplin. Straks verderop nog Buster Keaton. Ja, precies, hè? Dezelfde middags. Precies, allemaal zaterdag. Ook op de Belg? Ook op de Belg, allemaal zaterdagmiddag, ja. Ja, ja.
Hey, en wat ik heb veel van jouw voorstellingen zitten bekijken afgelopen week. Je komt bijna in elke voorstelling ook dans voor. Ja. Waarom is dat? Voel je je goed bij? Ja, een soort catharsis. Losbarsten. En bewegen. Ja, misschien omdat ik zou dit heel graag willen kunnen zo. Maar dat kan ik natuurlijk niet. Maar ik kan ooit wel. Pogingen ondernomen? Ik heb een anderhalve week in België op een toneelschool gezeten. Ja. Herman Terling. Maar dat was heel erg Spartaans. En na anderhalve week was ik toen overspannen. Dus toen ben ik weer naar huis gegaan. Ja. Maar daar kregen we heb ik ook 1 tables gehad. Ja. En 1 schermles heb ik ook gehad. Dus ik kan een klein beetje schermen. Ja. En moest je van die specs, die schoenen aan? Die tapschoenen aan echt? Nou, die kreeg je pas later in het jaar. Dus ik heb nog zonder de specs. Dat heb ik niet gehaald. En toen was al vrij duidelijk En wat ontbrak eraan bij jou dan? Nou, ging het niet? Nou, want motorisch ben je juist heel los in die voorstellingen. Ja, maar als ik zomaar iets doe, dan kan het wel. Maar als iemand mij een beweging voordoet en die moet ik nadoen, dan kan ik het helemaal niet. Of wil je gewoon niet luisteren naar mensen? Ja, ik wil heel graag luisteren. Maar soms vind ik het dan, denk ik van, nou, ik vind dat geen mooie beweging. Dan doe je maar niet. Nou, doe ik hem gewoon niet. Nee, maar dat kan ik niet. Dus ik kan wel spontaan zomaar wat doen, maar ik kan niet. Ik kan niet een choreografie. Je gebruikt choreografie. Die dansen die jij doet, die zien er wel heel erg uitgeregisseerd uit als een choreografie, vind ik. Ja, maar tegen de tijd dat het wordt opgenomen heb ik het al 165 keer gedaan. Dus dan begint er op een gegeven moment wel een soort patroon te ontstaan wat ik kan herhalen. Ja, ja. Ja. Hey, we gaan naar een collega van jou kijken. Herman van Veen. Herman van Veen? Ja. Die was eruit gehaald. Nou, wat je bedoelt van tevoren. Hij zit nu weer in de samenstelling. Hij zit nu toch weer in de samenstelling. Nou, dat was niet. Die is lekker aan het bazelen. En dat was wel grappig. Ja, Herman verslikt zich in wat metaforen, maar dat vind ik leuk om te zien. Het heet Kleur Bekennen. Dat is een serie van Martin Simek. Ja. Hè? Dat is de presentator van dienst. Ja. En waarom raak je daar door gefascineerd in het gesprek? Ik zag dat een lang geleden. Dus ik had het in mijn herinnering. Dus dan hadden ze dat keurig netjes voor me teruggevonden. En het is, vooral als je het helemaal ziet, is het zo'n gebazel. En zoveel metaforen worden er gebruikt. Ben Hur komt voorbij en dan is hij weer een panter. En dan word ik een spin die in een web. Ik maak een web. En dat werkte op mij heel erg op de lachspieren. En vooral met C-Mac erbij, dat maakt het heel erg. Je remt hem ook niet echt af daarin. Dus in tegendeel, C-Mac voert hem nog meer, legt nog meer uit. Nou, dan gaan we in dit fragment zien. Inderdaad, niet de hele uitzending, die duurt volgens mij een half uur. Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Hè? Nee, ik denk dat dit een minuut of 4, 5 is. Martin C-Mac met Herman van Veen. Ja. Ik hoop dat de camera jou zo ziet als ik hem zie. Zien jullie hem zo als ik hem zie? Ja, maar jij staat wat hoger, hè? Dus je hebt een ander. Bij jou is het licht anders dan bij hem. Ja. Omdat jij kijkt van boven naar beneden en hij kijkt iets van beneden naar boven. Dus jij zit nu op het balkon. Hè? Dus een andere lichtval. Zo ervaar je dat hier ook, hè? Nou, ik ervaar eigenlijk zo'n ruimte die je het over hebt als een klok. Dus voor mij is dit een horizontale en een verticale klok. En de kunst is, tenminste, dat is dan zeg maar mijn verhaal, zoals ik het voor mezelf kan begrijpen. Er zitten bij mij mensen op 9 uur. Er zitten bij mij mensen op 3 uur. En op 2, op 12 uur. Maar ook zo. En de kunst is, tussen aanhalingstekens, als je speelt, dat je elke uur bedient, zeg maar. Dat je elke stand. Dus als je bijvoorbeeld, als ik opkom. Ja. Ik kan dat laten zien. Ja, hè? Laat het zien. Stel, ik kom op. Ja. Dan is dat een soort. Dan ben ik gesloten. Ja. Zeg maar zo, tot hier. En dan is er een heel kort moment dat ik de zaal in kijk. Dat ik al die tijden aankijk. Dat is een heel kort moment. Wil je dat eventjes voordoen? Maar dan in close-up, dat we dat op camera zien, hoe je die zaal aankijkt. Nou kijk, mensen zeggen wel eens van, wat is het geheim waarop... Wat sommige mensen noemen dat charisma. Ja. Maar dat bestaat volgens mij niet. Volgens mij is het zo, moet je het vergelijken met een puma die op jacht is. Puma, de dier. Het dier. Ja. En die ziet een kudde antilopen. En die antilopen weten dat die puma hen allemaal gezien heeft. En dat die puma dus overweegt wie die gaat vangen. Fantastisch. En dat is zeg maar wat een opkomst in het theater is. Geweldig.
Begrijp je dat? Ik begrijp het wel, maar ik vind fantastisch dat hij jezelf durft te vergelijken met een puma. Dat is oké. Dat heb je verdiend. Maar dat je Nederlandse publiek vergelijkt met stelletje antilopen, dat vind ik... Ja, maar goed, dat is jouw interpretatie. He? Dus ik geef wat voor mij is een metafoor, dat je zegt... Ja, maar jij zou ook voor andere dieren kunnen kiezen. Ja, antilopen, daar hou ik erg veel van. Ja. Ik vind antilopen erg mooi. Ja. Dus dat heeft er waarschijnlijk mee te maken. Ja. Maar goed, het is dus... Je komt dus, zeg maar... Ik kom met de hartkant gesloten op, zeg maar. Dus links is gesloten. Ja. En... Dus ik kom, laat zien, ik kom zo op, heel bewust. Kan je dat in slow motion doen? Ik kom... In slow motion, ook die beweging zo op, met het gezicht. Ja. Ik kan kiezen zo op te komen. Ja. Maar dan betrapt het publiek mij... In plaats van dat ik hen. Dus ik geef ze niet vanaf de eerste blik wie ik ben. Duidelijk. Ik kom versluierd op, zeg maar. Dus ik kom op, als het ware, zo, dicht. Dan loop ik gebogen, loop ik hier naartoe. Zodat je mij niet kunt zien. Ja, ja. Kan je dat in licht doen? Sorry dat ik je onderbreek. Want... Ja, maar deze lijn is ook heel belangrijk. Want als ik zo loop ik namelijk niet. Ja, ja. Ja, ja, ja. Sorry. Nog een keer. Ik loop dan zo, dicht. En dan klappen die mensen met z'n allen. Ja. En dan doe ik een fractie van een seconde, doe ik mijn hoofd omhoog. En dan pak ik al die uren. Die hele, zeg maar, als ik het... In één keer kijk ik bijzonder onverwacht iedereen aan. En dan is het net als een spin die in een web zit. En alles wat... mogelijkerwijs erin verstrikt zou kunnen raken, die mensen weten dat dan. Yeah. Het is niet een geheim of zo, maar het is gewoon van... Het is ook weer, als je het weer met sport vergelijkt, die als Koeman een vrije trap neemt, dan staat hij een beetje zo met zijn rug, kijkt hij naar dat muurtje, maar dat muurtje interesseert hem niet. Het interesseert hem waar die keeper staat en waar dat gat in de goal is. Maar hij wil niet dat het muurtje het ziet. Ja. Dus hij versluiert zijn beweging. Dan loopt hij zo, bij wijze van spreken, legt de bal neer. Dan heeft hij al helemaal gezien wat hij gaat doen. Nu gaat het erom, heb je de conditie, heb je de techniek, heb je de macht om die bal in die hoek te plaatsen waar niemand aan gedacht heeft. Ja. En dat heeft zeer veel met theater te maken. Dus als ik heb dan al die mensen in een fractie van een seconde aangekeken. Ja. In mijn gevoel, hè. En op die manier vindt er dus een bezoeker een begroeting plaats. Dan draai ik me heel snel weer terug. Het is als het oplichten van de haremdanseres die eventjes laat zien... Ik ben Casablanca. He? Ja. Heel even. En dan loop ik hier naartoe. En dan open ik mij, zeg maar, helemaal. En dan zing ik een heel kort liedje wat heel abstract is. Ja. Wat gaat over mijn land, over wind, over water, over zee. Dat is wie ik ben. Ja, ja. En als dat gebeurd is, dan kan eigenlijk alles gebeuren. En het is toch een soort ritueel. Wat heel ernstig luistert. Alle details. Als daar bijvoorbeeld iemand binnenkomt. Of een zaklantaarn. Dan kan dat een voorstelling, laat ik maar zeggen, niet doen lukken. Als dat moment verkeerd is. Dus als je, ik bedoel, het is weer vergelijkbaar met sport. Je gooit die bal op. En je gooit die bal niet hoog genoeg op. Waardoor je iets te laag die bal raakt in je beweging. En je eerste surf is een catastrofe. Ja. Dat doet zoveel met jou. Zoveel met de kijkers. Zoveel met het spel wat je gaat spelen. Ja. Dan moet je eigenlijk weer terug naar de kleedkamer. Terug weer dat hele gebeuren van pak uit, pak aan. Terug weer opnieuw beginnen. En dan de tegenwoordigheid van geest hebben dat die bal... Begrijp je? Ja, ja. En dat is in zekere zin wat theater ook is. Dus dat eerste moment is... waarom het wel zal gaan of niet zal gaan. En het zijn, naarmate je ouder wordt, hoe meer je met dit vak bezig bent, hoe meer dat soort dingen ertoe gaan doen.
Je kon er bijna niet meer naar luisteren. Nee, het duurde een beetje te lang. Ja, maar, ja. Maar waarom wilde je het aan je beeld? Nou, ik had het gewoon in mijn hoofd. Omdat het gaat een half uur door, dit. Hè? Ja. En de metaforen worden steeds krankzinniger. Op een gegeven moment en ik brak toen Ben-Hur voorbij kwam. Toen vond ik heel grappig. Ja. Maar ja, verder maar, niet zoveel over maar, te maar, zeggen. Maar een andere vraag is, heeft hij gelijk in alles? Kloppen al die theaterwetten waar hij het over heeft? Nou, nee, niet voor mij. Ik loop meestal gewoon op. En dan begin ik. Dat is toch ook niet echt zo? Je loopt toch ook niet zomaar op een moment? Dat heeft toch te maken met licht? Dat heeft toch te maken met... Ja, ik zorg wel dat ik in het licht sta. Ja, nou dat is al een theaterwet 1, zou je zeggen. Maar ik denk daar eigenlijk nooit zo in deze termen over na. Kijk, die was ik dus bang voor, dat jij echt inhoudelijk in zou gaan. Ja, jij moet hier heel erg om lachen, ik moet er ook om lachen. Maar er zit wel iets in, hè? Maar er zit wel iets in. Nee, vind ik niet. Nee? Nou ja, misschien wel. Ja, voor hem, als het voor hem zo is, zit er iets in. Maar ik kan er verder helemaal niks mee. Maar heb jij dan geen enkele theaterwet waar je aan houdt? Nou, op tijd komen. Ja. Buigen. Applaus in ontvangst nemen. Nee, het enige waar ik voor een voorstelling mee bezig ben, is te zorgen dat ik goed geconcentreerd ben. En dat is al moeilijk zat. En daarna concentreer ik me gewoon op de nummers die ik doe. Ja, en waarom is dat moeilijk zat? Concentreren? Nou, omdat je kunt je gedachten natuurlijk niet echt controleren. Je kan niet, jij krijgt nu gedachten in je hoofd en je weet niet waarom. Mm-hmm. En je speelt het beste, tenminste ik speel het beste als ik alleen maar bezig ben met wat ik op dat moment aan het spelen ben. Dat mijn concentratie niet bezig is met iets van vroeger of iets met wat ik nog maar moet gaan doen. En dus ik moet de hele tijd moet ik mezelf bij de les houden. En hoe raak je in die staat, voordat je oploopt dan? Ja, dat weet ik niet precies. Nou, je hebt zoveel gespeeld, nou, dat je mensen van je afhoudt bijvoorbeeld. Of juist niet. Dat ik een beetje mensen ga sarren. Dus ik niet altijd dat ik in dezelfde stemming het theater binnenkom. Dus soms moet ik alleen zijn en soms moet ik... Een beetje ouwehoeren, soms moet ik een beetje bewegen. Maar accepteren dat ik daar ben en dat ik dit moet gaan doen. En nergens anders aan denken. En het werkt heel goed. Op het podium merk je meteen als het niet goed is. Als je eventjes je gedachten afdwaalt, hoor ik meteen iemand hoesten ergens. Dat zegt hij ook. En naarmate je ouder wordt, je steeds meer dingen opvallen. En je dingen perfect wil hebben en zo. Het stoort jou dus ook als jij piano gaat spelen en iemand loopt stiekem naar het toilet. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat als ik zelf niet goed genoeg geconcentreerd ben... Oh ja, ja. Dan merk ik dat doordat er gehoest wordt. Dus als je juist heel erg geconcentreerd bent, dan ben je dat allemaal kwijt. Nee, dan hoesten mensen niet. Dan zijn mensen erbij. Dan blijven ze luisteren naar wat ik zeg. Dan zijn zij ook alleen maar bezig met wat ik op dat moment aan het doen ben. Tenminste, dat denk ik dan. Ja. Misschien is dat een illusie, maar ik merk wel dat er pas... Mensen zich bewust worden van hun eigen lichaam op het moment dat het niet boeit wat er op het toneel gebeurt. En als ik in mijn hoofd met iets anders bezig ben dan het nummer wat ik op dat moment moet doen, dan heeft het niet genoeg belang, heeft het niet genoeg urgentie. En dan, dus als er geklaagd wordt over kuchen, hè, wat je regelmatig hoort, eigen concerten. Eigen schuld, dikke bult. Ja. Dan ben je niet goed aan het spelen. Een concertgebouw in orkest heeft dan het werk niet goed gedaan. Ja, vind ik dat je dat wel kan stellen, ja. Het heeft ook helemaal geen zin om de schuld bij het publiek te zoeken, nooit. Want daar kan je toch niks aan doen. Je kan beter nadenken van wat had ik kunnen doen om te zorgen dat ze wel op blijven letten. Ja. Heb jij overigens regie? Nee. Niet? Nou, ik heb wel met mensen gewerkt, maar niet echt regie dat ik speel en iemand ervoor zit. Wel met praten over tekst of over nummers of over ideeën, dat wel. Ja, maar er komt nooit iemand in een... Jij gaat nooit in een lege zaal repeteren dat er iemand in de zaal zit. Ja, doe het nog eens over. Nee. Dat is een rare situatie. Je schudt nogal beslist. Dat is niet te doen. Nou, dat is nooit nodig geweest. Dat wijst zich altijd wel bij try-outs. Merk je op een gegeven moment vanzelf wel wat werkt en wat niet werkt. En je kan nog zoveel repeteren. Het is zo totaal anders op het moment dat je echt voor een publiek staat. Dan neem je in de haast en omdat je adrenaline niveau hoog is, neem je zoveel beslissingen. Mm-hmm.
Dat kan je toch van tevoren allemaal niet bedenken. Nee, maar ook niet als Herman, die we toch als een senior mogen beschouwen in zijn vak. Die zegt dat je bijvoorbeeld nooit... Dat hij soms gesloten opkomt, daar is hij zich van bewust. Hij kan open opkomen kennelijk en gesloten. Ja, je neemt het echt heel serieus. Dan kan iemand je van tevoren zeggen, Hans, je moet wel open beginnen. Ja. Nee? Vind je Herman van Veen goed? Het is niet helemaal mijn ding, maar ik vind het verder heel onschuldig. En niet iets waar ik me heel erg aan erger of zo. Maar ik vroeg of je... Lala, troubadour. Ik vroeg of je het goed vond. Troubadour. Ik ben een troubadour. Goed nagedaan. Dat wel. Ja, ik heb ze wel in huis, de imitaties. Maar ik bewaar ze voor live televisie. Dus we krijgen er nog vanavond. Ja, dat zeg ik niet. Ik ga je ermee verrassen. Heel cabaretland komt langs. Allemaal. Oké. Je had het net al over Buster Keaton, dat je die als jongen ook zag in jouw woonplaats Budel. We gaan One Week zien. Ja, die ken ik zelf niet. Ik had gevraagd om er iets te maken wat niet te lang duurt. En dus ik ben benieuwd. Ja, nee, wat ik er dan van weet is dat One Week een korte film is. Gemaakt door Buster Keaton uit 1920. En dat we zijn... Buster Keaton en zijn vrouw zien die net een huis hebben gekocht. En dat ja, dan weet ik het wel, denk ik. Dan gaan we een aantal fragmenten uit die korte film kijken. Oké. Thank you.
Ja. Nou, hij trad al op toen hij 3 was, hè, met zijn ouders, in een soort vaudeville act. En dan hadden ze een handvat van een koffer hadden ze achter op zijn rug genaaid. En dan werd hij door zijn vader zo de circus-tent rondgegooid. En toen merkte hij dat als hij... Hij vond dat heel erg leuk, hij vond dat allemaal heel grappig. En als hij lachte, als hij niet lachte, merkte hij dat het publiek harder lachte. Dus zo kwam hij op het idee om die deadpan te krijgen. En af en toe kwam ook de kinderbescherming. Want ja, hij was 3, dat mocht natuurlijk niet. En dan mensen die dan met daarbij werkten bij dat circus... en dan kwam er weer iemand van de kinderbescherming. Toen vroegen ze van, hey, hoe oud is hij? En dan wees het naar zijn moeder. Nou, dat moet je aan zijn vrouw vragen. Goed, ik werkte dan niet. Oh, er is een hele, ik heb wel een heel leuk verhaal van Buster Keaton. Mensen waren een film op het nemen. En daar zat een achtervolgingsscène in. En toen kwam iemand door een raampje een ruimte in. En hij kon niet meer terug door datzelfde raampje. En hij moest die ruimte weer uit. Maar aan de andere kant stond een hele gevaarlijke hond. En ze zaten een beetje vast. Hoe moeten we dat nou doen? En toen hebben ze Buster Keaton gebeld. En die ging zitten. Die dacht even na. En toen had hij een muntje. En daar maakte hij de scharnier van de deur maakte die los. Haalde hij eruit en deed hij zo de deur. En dat die hond ging zo naar binnen. Die ging erin en kon hij eruit. Ja, hij eruit. Ja. Hij heeft echt fantastische dingen gedaan. Hij deed altijd zijn eigen backs ook eigenlijk. Ja, hij heeft ook een keer zijn nek gebroken. Oh ja? Ja. Hij heeft zijn nek gebroken door dat water wat zo in een stoomtrein komt, weet je wel? Uit zo'n lang ding. Dat water eruit komt. En dat bleek niet vertaald, daar heeft hij gewoon mee... Nee, daar kwam dat pas zelfs een paar jaar later achter. Dat hij zijn nek gebroken had. Maar dat wat jij net zei over die deadpan face, dat is eigenlijk zijn handelsmerk geworden. Maar bedoel, jij zei van ja, als kind van 3, als je door je vader wordt heen en weer geslingerd in een circus act, dan doet het pijn, maar hij liet de pijn nooit zien. Nee, hij merkte dat het publiek harder lachte. Want hij kon hij wist gewoon precies hoe hij moest vallen zonder zich pijn te doen. Ja, maar dat had hij er dus al voor over, zou ik maar zeggen. Ja, dat voor zijn werk. Alles voor de lach. Hij kon ook zo zijn been op een tafel tillen en dan zijn andere been ernaast leggen. Moet je eens proberen eens. Dat is, toen hebben ze wel eens gevraagd inderdaad van... Ja, maar god, hoe deed je dat doen? En toen liet hij zien echt wel heel veel blauwe plekken. Hij zei van ja, het is gewoon... Don't mind the pain. Ja. Hij had ook wel heel... Uiteindelijk ging het toch, is het toch bergafwaarts gegaan met hem. Ja, hij had weinig geld en een lage bal raken. Hij maakte een film, The General, wat eigenlijk zijn beste film is. Het was heel erg duur, maar op de een of andere manier... publiek en de critici vonden het toen niks. Nu vindt iedereen het de meeste werk. En toen mocht hij nooit meer met zoveel... Toen was hij eigenlijk zijn onafhankelijkheid kwijt. Hij kon nooit meer echt maken wat hij zelf wilde. Toen is hij aan de drank geraakt een tijd. Maar toen heeft hij toch later wel weer zijn carrière opgepakt. Maar niet meer zo goed als in die tijd, in die stomme filmtijd. Nee. En vergelijk hem nou eens met Chaplin, tijdgenoot. Ja, Chaplin was... Wist je trouwens... Oh nee, dat is een ander verhaal. Maar ik had nog een andere anekdote, maar voor mij moeten we die maar achter. Die komt misschien straks. Dat Chaplin was briljant in wat hij zelf deed. Hè? En zijn act was hij altijd zelf bij betrokken. Hij deed echt stunts, dus hij deed... Een achtervolging met een trein. En dat hij alleen maar bezig was om hout te hakken om die stoomtrein gaande te houden. Terwijl er links en rechts echt een veldslag plaatsvond waar hij helemaal niks van zag. Of dat hij een heuvel afliep met allemaal rotsblokken. Dat soort grote stunts deed hij. Dat deed Chaplin minder. Nou, maar is de een beter dan de ander daarmee? Nee, toch? Niet per se? Chaplin was misschien zelf virtuose in zijn... in de dingen die hij deed. Maar bijvoorbeeld wat Keaton heeft... dat hij als mannetje achterna gezeten wordt door iets van 500 agenten. Dat beeld van een klein mannetje wat loopt met 500 agenten die er achteraan komen... dat zijn beelden die vergeet je niet meer als je die gezien hebt. Dat heeft Chaplin ook wel. Ja, maar zou je kunnen zeggen ik zou niet weten wie beter is eigenlijk. Nee, maar zou je kunnen zeggen dat Keaton in zijn werk wat abstracter te werk ging? Ja, het is iets absurdistischer, ja, klopt. Ja, en misschien Chaplin ietsje op het dikke gevoel kon spelen. En sentimenteel. Ja, Chaplin was heel sentimenteel, ja. Ja. Maar dan kies jij soms voor de abstractie. Soms niet de harde, zo sentimenteel. Ja, wat? Zo? Nou, hij heeft later ook films gemaakt als Limelight.
Ja, dat was toch wel... Of die City Lights met zo'n blind meisje. En dat werd allemaal wel heel erg sentimenteel. Nog steeds wel goed, hoor. Maar nee, ik denk dat ik hem wel leuker vind, ja. Ja. Ik ben eruit. Ik kies voor Keaton. Ja. Als je nou zijn gezicht neemt, waarvan je zegt dat is deadpan... je zag er eigenlijk nooit op wat gebeurde. Dus jouw gezicht in die voorstellingen doet er wel heel erg veel mee, zou ik maar zeggen. Met mijn gezicht. Met je gezicht. Ja. Hele voorstelling een keer zo doen, misschien? Helemaal deadpan. En, ja. dan kijken wat er gebeurt. Ja. Wat is jouw gezicht deadpan? Wat is dit deadpan? Deadpan. Helemaal niks doen. Dat is goede tv, dit. Zeker. Die antwoord. Want dit was Buster Keaton. Ja, die antwoord... Dat is uit deze tijd. Ja, dat is uit deze tijd. Dat is helemaal nieuw. Het is een Zuid-Afrikaans duo. Het is echt muziek van nu. Hoewel dit nummer al drie jaar oud is. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het zijn Zuid-Afrikanen. Heel veel van de clips spelen zich af een beetje in een soort white trash milieu. Wat we straks ook bij Harmony Korine weer hebben. En ze werken, ja, en ze werken altijd met bekende en hele goede kunstenaars om een clips te maken. En deze is met Roger Ballen. Hebben ze deze gemaakt. Die ook altijd uitzinnige foto's maakt met freakish figuren. En ik vond het helemaal te gek. Ik hou eigenlijk helemaal niet van clips. Maar toen ik dit zag, dacht ik van, dit vind ik wel mooi. Ja, ja. Ik leer het ook door jouw kennis. Ik heb het even bekeken al. Zag het ook op YouTube echt miljoenen keren bekeken. Ja, het is heel groot, ja. Het is heel groot, dus het is raar dat je dat dan helemaal mist. Want ik kende het ook niet, die antwoord. Nou, ik ook nog maar net. Dus. Ja. En het is misschien mooi om van tevoren te vertellen... dat het camerawerk door een Nederlander is gedaan, hè? Ah! Wist je dat? Nee. Melle van Essen. Nou, dan ga ik met nog meer ook, plezier ook, ga ook ik, veel kijken. Met Sherry Duins documentaires gemaakt. Veel VPRO-werk gemaakt. Een fantastisch camerawerk. En ook heel mooi licht, al zeg ik het zelf. In het zwart-wit. Die antwoord aan het stuk heet... I Think You Freaky. Think You Freaky. Zij is fantastisch, trouwens. Jump, please, the beast, don't let the party in, fuck with your love, whatever.
Ja, cool, hè? Leuk. Echt heel mooi. Echt heel mooi. Met een voorkeur voor kinderen en mensen met rare, bijzondere gezichten, lijkt ja, het wel. Ja, maar dat doet die fotograaf ook heel veel, die Roger Ballen. De regisseur van deze clip. Ja. Die kiest altijd bijzondere gezichten. Ja. En zij hebben dit duo dat het maakt, die we het meeste zien, die hebben sowieso al hele rare gezichten. Ja, ik vind haar echt fantastisch en hem ook. Heel bijzonder. Ik weet nou of ze nou sexy is of eng bij haar. Vind je dat sexy? Dat is grappig dat je dat zegt, want op YouTube zat ik wat dingen van hun te bekijken. Is dat voortdurend de vraag of ze nou... Het is net een kind. Deze? Zij heeft ook een beetje een kindlijfje. Het confronteert je met je pedoseksuele gevoelens. Als je zo ziet, vind ik ze niet echt sexy. Jawel? Het is even wennen. maar wat zou er dan eventueel sexy aan kunnen zijn? Als dit zo op je zit. Maar dit is toch wel weer prima. We moeten wel eerst die knaagdieren weg. Ja, dat vind je niet. Je kunt je niet voorstellen dat je met haar in bed ligt met knaagdieren erbij? Nee, knaagdieren betrek ik nooit in mijn seksuele leven. Moet één op één zijn. Ja, nou misschien wel andere dieren, maar ik vind het echt te klein. Andere dieren? Bedoel... Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Heb je wel eens gevreemd met een poes in de buurt? Dat komt wel voor, ja. Maar die blijft daar vrij onverschillig onder meestal. Die zien dat dan wel. Dat zal wel. Ja. Kan ze niet zo heel veel schelen. En een hond? Oh, seks met een hond? Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, maar ik dacht... Als een hond naar zit te kijken. Ik voelde dat je die kant op elkaar was. Nee, dat kan altijd nog. Maar ja. Wat was de vraag ook alweer? Oftewel zo'n hond naar jouw seksuele escapade heeft gekeken. Vast wel, ja. Vast wel. Ik kan het me zo snel niet herinneren, maar dat moet haast wel. Nee. Ja. Volgens de wetten van de kansberekening moet het haast wel. Ja, nee, omdat je over sexy begint, raak ik hier even in verstrikt nu in dit gesprek. Ja. Geeft ook niet. Nee, maar kijk, zij hebben ook wel meer beesten hier, zie ik nu zelfs. Dit lijkt een... Een varken. Een varken, hè? Een dood varken. Maar nou ben je er nog niet helemaal uit of ze sexy is. Nee, hè? Nou, ik denk uiteindelijk toch wel. Ik ga toch voor ja. En kun je ook uitleggen waarom zij dan sexy is? Waar zie je het dan af? Waar meet je sexy aan af? Ja, aan in haar geval? Nou, het is toch wel een mooi gezichtje. Vind je niet dat het toch wel een mooi intrigerend gezichtje is? Ja, maar ik bedoel, leuke het wordt oogjes. Pas sexy Kijk, wacht even. Ja? Jawel. En kijk die tandjes. Kijk die lipjes. Jawel, hoor. Ja. Lekkere witte streep onder de ogen. Ja, toch? Ja. En daar zijn de dieren. En die man, vind je die sexy? Nee, maar ik vind hem wel heel leuk. Hij heeft wel iets heel sympathieks. Je ziet bijna nooit meer een duo met een man en een vrouw. Toch? Niet zo vaak. Gewoon in clips bedoel je of zo? Ja. Of een rapduo dat het een man en een vrouw is. Nee, dat zie je eigenlijk bijna nooit. Nee, meestal zijn er veel meer vrouwen bij of veel meer mannen. Ja, maar die rappen dan niet, maar die hangen er een beetje bij. Ja. In bikini tegen een hele dure auto aan te hangen. Half bloot tegen auto's aan hangen. Ja. Maar dat doen zij niet. Zij zijn overigens wel bloot terug altijd. Maar zij afficheren zich ook echt als een stijl, begrijp ik. Ja, dat heb ik ook begrepen, ja. Ja. Dus. Mooi. Genoeg over gezegd? Ik ben wel even nog. Jij zei van, ik zit eigenlijk helemaal niet zo in deze muziekstromingen, zei jij. Nee, niet zo. Hoe komt dat? Want dat weet ik niet. Ik heb een beetje die slag gemist. 46 jaar oud? Zou je toch House en techno en zo. Dat is een beetje aan me voorbij gegaan. Maar het is ook niet iets wat je thuis opzet. Je moet het echt in zo'n club.
waar, dan heel veel, waar je dan met heel veel lampen en toestanden gaat staan. Maar als ik ergens niet verstaanbaar ben, als ik niet kan praten, dan wat doe ik daar dan? Ja. Maar wat is jouw muzikale voorkeur dan? We krijgen aan het eind nog wel Sinatra. Ja. Dat weten mensen ook wel, omdat je het ook gezongen hebt. Maar hoe zou je het zelf omschrijven, jouw smaak? Ja, heel veel. Ja, ik heb in iedere muziekstroming wel iets wat ik leuk vind. Dus jazz. Ik heb vroeger natuurlijk heel veel popmuziek geluisterd. Stones, Beatles, Jimi Hendrix, noem maar op. Dus niet één stroming die ik prefereer. Nee, maar als ik nou weer Stones en Beatles hoor als referentiekader... Ja, het is oud. Sinatra is allemaal oud, ja. Ja, het is allemaal wel oud, ja. Daarom was ik ook blij dat ik dit ontdekte. Dat ik iets wat nieuw is, wat ik ook leuk vind. Nou, nee, ik heb ook wel naar rap geluisterd, hoor. Naar Public Enemy Ice Cube vond ik ook leuk. En de Beastie Boys vond ik leuk. Je zegt het allemaal maar, in de verleden tijd ook, alsof er niet nu die muziek volgt. Dus het moet wel haast dat het er is, maar het komt niet op mijn pad. Nee. Dus ik weet het niet. Nee. Het zal er wel maar zijn. Wel jazz. Wel jazz. Ja. Ja. En waarom is dat? Waarom ik jazz mooi vind? Ja, ja zeg. Nee, het is een grote vraag. Nee, maar het valt me op dat het allemaal vrij oud is dan. Als je van die muziek hebt, ook de Beatles. Ik ben ook niet meer zo jong. Nee, oké, maar toch, je zou zijn niet meer zo jong. Nee, ik ben al helemaal niet meer. Ik ben 55. Oude mannen. Je zou moeiteloos met deze tijd mee kunnen gaan met die muziek die er nu gemaakt wordt. Maar daar hoor ik je niet over. Nee. Nou ja, dit dus. Ja. Maar ook omdat ik meteen door die clip geïntrigeerd was. Nee, er is nu niet iets wat me... Dus wat er voor mij uitspringt. Er is ook geen weemoedige verklaring voor oude muziek waar je van houdt. Nee. Weemoedigheid, nee. Nee? Oké. Moeder Teresa. Ja. Ja, we gaan Moeder Teresa zien. Maar wellicht is belangrijker dat de reportage die gemaakt is over Moeder Teresa, dat die gemaakt is door Christopher Hitchens. Ja. En die gaan we daarna nog een keer meemaken in een speech of in een debat samen met Tony Blair. Maar ik moet ons even uitleggen wie die Christopher Hitchens is en hoe jij op zijn pad gekomen bent. Nou, Christopher Hitchens is een schrijver, een publicist. Het is een Engelsman. Hij is uiteindelijk naar Amerika verhuisd en woonde in Washington. En buitengewoon intelligente man, heel wel bespraakt, ook wel charmant, dronk stevig ook. En het was iemand waar je niet om... Hij schreef voor Vanity Fair, korte stukken, maar hij schreef ook boeken. Hij heeft een vernietigend boek geschreven over Kissinger, maar ook over Clinton heeft hij een boek geschreven. Ja. En ook hij is journalist, / schrijver? Ja, journalist schrijver. Wel iemand die zich wilde bemoeien ook met het publieke debat. En moeilijk in te delen in of je nou links of rechts is, dat is bij hem, dat weet je niet. Dat verschuift een beetje. Hij begon wel heel erg links. Dat schoof op een gegeven moment wel een beetje op. En de laatste jaren is hij vooral heel erg als atheïst heel actief geweest. Samen met Richard Dawkins en Ed Harris en de nieuwe atheïsten. Ja. En dit boek over... Wat hij over Moeder Teresa heeft geschreven, dat heet The Missionary Position. En daar heeft hij dus ook een korte documentaire over gemaakt. Ja. En dat is, daar gaan we nou een stukje uit zien. Ja, en hoe kwam jij achter die man? Ja, ik hoorde zijn naam al, mensen die ik ken, hoorde die naam al heel vaak vallen. En op YouTube zag ik debatten die hij voert. En daar vond ik hem zo sterk en zo eloquent. En hij weet heel veel en heeft ook nog eens een heel goed geheugen. Dus in debatten is hij bijna onverslaanbaar. En ook dit boek, wat toch best controversieel was, over zo'n icoon als Moeder Teresa. Daar kwam wel kritiek op. Maar niemand heeft ooit één feit kunnen weerleggen van wat hij noemt in dat boek. Dus het was iemand waar niemand kon om hem heen. Ja. Hij is 2 jaar geleden overleden aan kanker. Ja, ja, we gaan hem straks ook nog zien een jaar voordat hij doodgaat. Ja. We zien hem in deze documentaire, of reportage heeft hij gemaakt. Hè? Maar we zien hem ook een paar keer nog eventjes in beeld. Hè? Dan zie je hem met haar nog. Met haar en daarna zonder haar. Ja, klopt. Hell's Angel heet de reportage over Moeder Teresa. Mother Teresa's flagship institution is her home for the dying. A hospice which purportedly sweetens the last moments of otherwise destitute lives. My initial impression was of all the photographs and footage I've ever seen of Belsen and places like that, because all the patients had shaved heads.
There are no chairs anywhere. There are just these stretcher beds, and they're like First World War stretcher beds. There's no garden, no yard even, no nothing. And I thought, what is this? This is two rooms with 50 to 60 men in one, 50 to 60 women in another. They're dying. They're not being given a great deal of medical care. They're not being given painkillers really beyond aspirin and maybe, if you're lucky, some Brufen or something for the sort of pain that goes with terminal cancer and the things that they were dying of. And I thought, what's the point? Right from the very beginning, I wanted to serve the poor purely for the love of God and to give them what the rich people get with money. I wanted to give to the poor for the love of God. They didn't have enough drips. The needles they used and reused over and over and over, and you would see some of the nuns rinsing needles under the cold water tap. And I asked one of them why she was doing it. And she said, well, to clean it. And I said, yes, but why are you not sterilizing it? Why are you not boiling water and sterilizing your needles? She says, there's no point. There's no time. Mother Teresa's cult of death and suffering depends for its effect on the most vulnerable and helpless, abandoned babies, say, or the terminally ill, who supply the occasions for charity and the raw material for demonstrations of compassion. The first day I was there, when I'd finished working in the women's ward, I went and waited on the edge of the men's ward for my boyfriend, who was looking after a boy of 15 who was dying. And an American doctor told me that she had been trying to treat this boy and that he had a really relatively simple kidney complaint that had simply got worse and worse and worse because he hadn't had antibiotics and he actually needed an operation. I don't recall what the problem was, she did tell me. And she was so angry, but also very resigned, which so many people become in that situation. She said, well, they won't take him to hospital. And I said, why? All you have to do is get a cab, take him to the nearest hospital, demand that he has treatment, get him an operation. She said, they don't do it. They won't do it. If they do it for one, they do it for everybody. And I thought, but this kid's 15. I ventured on my own pilgrimage to the Missionaries of Charity in Calcutta in early 1980. Who could fail to be touched by the work of the orphanage? Not I. Though I did find myself a little put off by the mission's motto, he that loveth correction, loveth knowledge. Bit of a workhouse ring to that, perhaps. But it was Mother Teresa herself who completed the wreckage of the effect. As we stood by the tiny cots, she turned and said, this is how we fight abortion and contraception in Calcutta. Now, it might be argued that a campaign against family planning is low on the list of Calcutta's many pressing needs. But as a leading member of the Pope's fundamentalist tendency on matters of sex and procreation, Mother Teresa has made this single issue into her global crusade. The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent, unborn child. If a mother can murder her own child in her own womb, what is left for you and for me to kill each other? Tenderness about the unborn is an emotion that I share myself. But tenderness about the unborn also becomes an overtly political matter when it's preached by a presumable virgin who also campaigns against birth control. Let us promise Our Lady who loves Ireland so much that we will never allow in this country a single abortion. And no contraceptives. Now. Oh, is klaar. Ja. 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 Later werd hij wel iets milder over haar. Toen bleek uit brieven na haar dood, die ze schreef naar haar bazen bij de kerk, dat ze eigenlijk
hele leven als non met een enorme geloofscrisis zat. Ja, ze kon niet geloven. Dus ze bidden zich helemaal bewusteloos. Maar ze zag niks. En, hoe bedoel je, ze zag niet... Nou, ze zag niet God. Wat ze hoopte door te bidden, dat ze een soort aanwezigheid voelde van weet ik wat. Maar dat schreef ze ook, dat ze dat heel erg moeilijk vond. En de reactie van de kerk was dus goed. Dat is goed, je bent aan het lijden. En dat is heel christelijk. Het alsof lijden iets heel nobels is. Dat is, dat is heel goed als, als je lijdt. En wat hij ook zegt van haar, ze hield niet zozeer van de armen, ze hield van armoede. Om zichzelf daarbij spiritueel te voeden. Ja, ik heb haar nooit zo gevolgd. Ik zag af en toe bijna een soort plaatje dat je soms voorbij ziet komen met dat, hè, met die doek en haar gezicht. Dus ik heb nooit zo geweten hoe zij in het leven stak en hoe zij zeg maar in haar werk was. Nee, maar... En dit is was voor mij behoorlijk onthullend om dit te zien eigenlijk. Voor jou ook? Hitchens was ook de eerste die dat... Die echt haar gangen naging en hoe ze geld aannam van dictators. Die dus eerst het geld bij de arm hadden weggehaald. En dan nagaven ze weer donaties aan haar. Dus dat deugde allemaal niet echt. En hij is eigenlijk de eerste die dat aan de kaak stelde. En die hele cultus van het lijden, dat lijden zo goed is. En ik moest toen ik dit zag ook denken aan het glazen huis. Het glazen huis. Die jaarlijkse actie. De jaarlijkse actie. En dat dan discjockeys een offer brengen door 5 dagen niet te eten. Waarom weet niemand. Alsof je dan beter radiovriendelijke kutmuziek aan elkaar kan praten als je niet gegeten hebt. En dus zij brengen dat een hele nobele offer. En omdat zij dat offer brengen, gaan andere mensen dan geld geven aan hun. Wat dan weer naar de armen gaat om bijvoorbeeld... Want ik geloof dat vorig jaar was het thema kindersterfte. Mm-hmm. En dat heeft iets heel raars, vind ik. Maar maak je dat doen ze een weekje of zo, geloof ik, hè? 5 dagen? Ja, maar ik snap niet wat de meerwaarde is van dat zinloze offer. Of wordt het leuker om naar te kijken? Niet, hoor, maar misschien is het om enigszins te proeven aan hoe het is om 5, 6 dagen niet te eten. Maar ze zullen toch ook niet zeggen... En wat heeft dat voor zin? Dat moet je aan hun vragen. Dat weet ik niet. Nog meer honger in de wereld. Met hun erbij. Nee, het is volkomen zinloos. Maar je brengt een offer... En je gaat dus je onderwerpje aan een soort lijden. Want het is natuurlijk toch lijden. En alsof je je daarmee moreel een beetje verheft. Van kijk ons eens lijden voor de arme mensen in Afrika. En ik begrijp echt niet wat daar de zin van is. En iedereen verzamelt zich dan rond dat glazen huis. Het is enorm goed voor het profiel van 3FM. Die varen daar wel bij. Ja. En ook de gemeentes waar dat dan gebeurt... De horeca daar rondomheen, die doen het ook heel erg goed. Dus ze hadden het geloof ik een keer in Eindhoven gedaan. En toen het jaar erop was het ergens anders. Maar toen ging Eindhoven zelf iets dergelijks organiseren. Want het was economisch heel erg goed. Het was een enorm succes. Ja. En alleen dat werkte niet, want die hadden niet dat hele propagandaapparaat van 3FM natuurlijk. Mm-hmm. En 538 dacht op een gegeven moment, we moeten anders verliezen we straks de slag. Wij moeten ook een soort... Dus die kwamen ook met een of andere actie. Ook een of ander goed doel. Ja. Wat lukraak is. En wat me ook altijd opvalt, is dat ze dan... Als dat geld eenmaal binnen is, dan klopt iedereen zich op de borst van... Kijk nou toch eens. En dan is het klaar. Dan is de interesse waar het geld precies naartoe gaat. Wat er precies mee gebeurt. Hoe dat verder nog... Dat is eigenlijk niemand echt in geïnteresseerd. Iedereen is alleen geïnteresseerd... In december, op dat moment, verzamelen wij ons bij elkaar. Het bedrag, en gaan we, uiteindelijk gaan we wordt goed opgehaald. Doen. En dan gaan we samen goed doen. Ja. En we brengen ook nog een offer. Waar niemand om gevraagd heeft, wat geen enkel doel dient. Maar kijk ons eens lijden voor de arme mensen in de wereld. Je zegt geen enkel doel dient. Ik volg de gangen verder niet van die... Die hongerstaking bedoel ik, hè? Die zelfgekozen hongerstaking. Ja. Maar ben je doe dan ook spectaculair. Doe dan niet spectaculairs. Ga dan, hang Claudia de Breij aan een kruis of zo naakt. Dan komen er zeker mensen kijken. Ja, maar dat zou misschien nog veel meer geld opbrengen. Zou je dat beter vinden? Nou, dan zou ik wel gaan storten, ja. Bij wijze van spreken. Maar dit heeft zoiets...
En dit gaat ook over het misverstand dat lijden nobel is. Dat het nobel is om zonder dat het eigenlijk een echt doel is... jezelf 5 dagen uit te hongeren. Ja, maar je maakt dat lijden van nu volgens mij wel heel belangrijk. Maar uiteindelijk is het misschien een manier om aandacht te vragen... voor een goed doel om vervolgens de armoede te bestrijden. Nou, dat is hun stappenplan. Je weet alleen maar dat ze niet gegeten hebben en verder... Nou, ik ben er niet van onder de indruk dat ze 5 dagen niet gegeten hebben. Nee. Maar het is toch een manier om zeg maar geld binnen te halen. En uiteindelijk is dat voor een goed doel en willen ze iets goed doen. En je weet niet wat het goede doel is. Je weet niet precies waar het geld naartoe gaat. Kindersterfte, zeg je net. Wat zeg je? Kindersterfte, zei je net. Ja, dat is nogal algemeen, hè? Ja. En we weten ook dat al die hulporganisaties... dat is laatst nog als kippen zonder kop langs elkaar heen werken... dat ze veel meer werken vanuit de drang zichzelf moreel te verheffen... dan dat ze echt goed nadenken van wat zijn we aan het doen. En heeft dat het geld soms niet op goede plekken terechtkomt. En of het sowieso zin heeft. Maar is de omkering dan wel terecht door te zeggen... nou, dan wil ik er niets mee te maken hebben. Heb je ooit voor een goed doel iets gegeven? Voor Staatsbosbeheer heb ik een hele tijd lang enorm veel... goede dingen gedaan. Ja. Ik geloof niet zo in goede doelen. Ik geloof helemaal niet in goede doelen naar landen heel ver weg... waar je echt geen zicht hebt op wat er gebeurt. Waar het geld ook nog vaak in verkeerde handen valt. En waar heel vaak ook alleen maar de drang achter zit om goed te doen... Ja. En niet echt een goed idee. Het is bij gebrek aan goede ideeën compenseren met heel veel goede bedoelingen. Ja. Maar is het een soort rooms-katholieke aflaat voor jouw gevoel? Ja, dat is het sowieso. Dat was moeder Teresa ook. Het Westen heeft een soort een schuldgevoel naar de derde wereld toe. Ja. En ze hebben een symbool nodig waardoor ze het gevoel hebben van nou, er gebeurt wat. Punt is gemaakt, Hans, denk ik. Ik hoop het maar. Ja, ik zag overigens wel dat zij de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. En daarom die speech. Ja, daar deed ze die speech. Ja. Wat zegt die Nobelprijs jou nu je dit ziet? De winnaars daarvan? Nou, niet zoveel. Ze gaven hem ook aan Obama voordat hij iets gedaan had. Dus dat is een beetje een... Die andere Nobelprijzen voor wetenschap en zo, dat heeft denk ik nog wel waarde. Maar voor de vrede is echt voor mij allemaal onzin. Oké. Okay. Hitchens, we gingen door op Hitchens. Oh ja. Want jij zei dat je 2 fragmenten had, zeg ik dat goed? Ja, toch? Ja. Ja. Hij is ouder, sterker nog, hij heeft nog ongeveer een jaar te leven als we hem gaan zien, zei jij. In een debat met? Met Tony Blair. Blair. Ja. En wat is het voor een debat? Het gaat, volgens mij, is de stelling of religie een bron van goed is of niet. En Hitchens zegt niet en Blair zegt van wel. Ja, en er zitten iets van 2700 mensen in de zaal naar hun debat te luisteren. Hitchens en Blair. Is it good for the world to appeal to our credulity and not to our skepticism? Is it good for the world to worship a deity that takes sides in wars and human affairs? To appeal to our fear and to our guilt, is it good for the world? To our terror of death, is it good to appeal? To preach guilt and shame about the sexual act and the sexual relationship, is this good for the world? And asking yourself the while, are these really religious responsibilities, as I maintain they are? To terrify children with the image of hell and eternal punishment, not just of themselves, but of their parents and those they love. Perhaps worst of all, to consider women an inferior creation, is that good for the world? And can you name me a religion that has not done that? To insist that we are created and not evolved in the face of all the evidence. To say that certain books of legend and myth, man-made and primitive, are revealed, not man-made code. Religion forces nice people to do unkind things and also makes intelligent people say stupid things. Handed a small baby for the first time, is it your first reaction to think, beautiful, almost perfect. Now please hand me the sharp stone for its genitalia that I may do the work of the Lord. No. It is, as the great physicist Steven Weinberg has very aptly put it, in the ordinary moral universe, the good will do the best they can, the worst will do the worst they can. But if you want to make
good people do wicked things, you'll need religion. So I agree that not everything the church or the religious communities have done around the world is right, but I do say, at least accept, that there are people doing great work day in, day out, who genuinely are not prejudiced or bigoted, but are working with people who are afflicted by famine and disease and poverty, and they are doing it inspired by their faith. And of course it's the case that not everybody... Of course it's the case that you do not have to be a person of faith in order to do good work. I've never claimed that. I would never claim that. You know, I know lots of people, many, many people, who are people not of faith at all, but who do fantastic and decent work for their communities and for the world. My claim is just very simple. There are, nonetheless, people who are inspired by their faith to do good. I mean, I think of people I met some time ago in South Africa, nuns who were looking after children that were born with HIV/AIDS. Now, these are people who are working and living alongside and caring for people inspired by their faith. Is it possible for them to have done that without their religious faith? Of course, it's possible for them to have done it. But the fact is, that's what motivated them. So what I say to you is, at least look, what we shouldn't do is end up in a situation where we say, right, we've got six hospices here and one suicide bomber there, and how does it all equalize out? That's not a very productive way of arguing this. So religion could be a good thing after all. Sometimes we think, is now the proposition. What would religion have to do to get that far? Well, I think it would have to give up all supernatural claims. It would have to say... Please. It would have to say, no, you are not to do this under the threat of reward, heaven, or the terror of punishment, hell. No, we can't offer you miracles. Find me the church that will say, forget all that. Faith healing, no. It would have to give that up. It would have to give up the idea of an eternal, unalterable authority figure who was judge, jury, and executioner against whom there could be no appeal and who wasn't finished with you even when you died. That's quite a lot for religion to give up, don't you think? But who would not say it would be better off without it if it was what Tony Blair would like it to be? An aspect of humanism, an aspect of compassion, an aspect of the realizations of human solidarity, the knowledge that we are, in fact, all bound up one with another, that we have responsibilities to one to another, and that, as I do when I give blood, partly because I don't lose the pint forever, I can always get it back, but that there's actually a sense of pleasure to be had in helping your fellow creature. I think that should be enough. Thank you. Ja. Wel put. Ja? Waarom wil je het laten zien? Omdat ik religie interessant vind als onderwerp. Ook als komiek om tegen te ageren. Als komiek kan je echt namelijk... Bij heel veel andere onderwerpen kun je er wel iets over zeggen, maar... Het belachelijk maken van religie is heel effectief. En spannend. En spannend. En je kan daarmee laten zien dat het mensenwerk is. Als je die verhalen een beetje uit elkaar trekt of je plaatst ze net in een andere context, dan zie je dat het bedacht is, dat het niet iets goddelijks is. En om de af te snoepen van de heiligheid van een religie of van religieuze symbolen, dat is voor mij heel goed, want dan kan er weer echt naar gekeken worden voor wat het is. Nu is het vaak dat er zo'n enorm taboe hangt daaromheen bij sommige religies. Kijk, maar zeg, is dat nog... Nou, bij islam is dat islam, ja, zo. Maar bijvoorbeeld bij het katholicisme... Nee, katholicisme niet meer zo. Nee, dat kan je, kan je gewoon... daar kan je alles mee doen wat je wil. Ja? Ja. Dat is ook wat het voor heeft op islam nu. Ja. Ben je atheïst? Ja. Ja. En sinds wanneer zeg je dat over jezelf? Weet je dat? Dat ik dat echt expliciet zeg? Nou, ik vond het altijd een beetje een stom woord, atheïst. Ja. Omdat... Daar zit nog God, zit nog in het woord. Snap je? Ja. Maar je moet ook eerlijk zijn dat de overgrote meerderheid van de wereldbevolking is nog godsdienstig.
Dus dan zou je moeten zeggen, ik ben de uitzondering. Dus dan vind ik atheïst wel een, wel een oké begrip. Maar we proberen terug te halen wanneer dat echt in je hoofd ging zitten. Je dacht, goh, ik ben overtuigd atheïst. Ja, overtuigd atheïst. Kijk, toen ik vroeger... Jij bent katholiek opgevoed, denk ik? Ja, ik ben katholiek opgevoed. Maar het was niet heel fanatiek bij ons thuis. Mijn ouders waren niet... We gingen nog wel naar de kerk tot ik denk een jaar of 10 was, denk ik. Ja. En, wat heb je daar voor herinneringen aan? Nou, ik kreeg niet zoveel mee wat er in die kerk gebeurde. Want de geluidsinstallatie was ook niet zo goed. Ja, van die pilaren een beetje lukraak. Hele dunne... En het was vaak heel erg in het Latijn. Ja. Dus het was nooit echt... Voor mij ging er nooit een intimiderende werking van nooit intimiderend? Van de meningen drongen niet tot je door? Nee, en alle vragen die ik had over... maar kom ik dan wel in de hemel? Als ik daar, natuurlijk kom je in de hemel. Ja, maar ook, maakt niet uit wat je doet. De hond ook? Ja, hond komt ook in de hemel. Dat was dus, het was een heel Walt Disney-achtige, totaal onbedreigende... Er werd niet gedreigd met hel. Wat ik soms wel hoor van mensen die gereformeerd zijn opgevoed... en die er volgens mij echt nog lang last van hebben. Want eeuwig branden is... Als je een jongetje hebt met veel fantasie... moet dat behoorlijk gruwelijk zijn als je dat te horen krijgt. Ja. Want dat is lang, hè? En heet. maar dat was het dus bij mij niet. En ik had wel, weet ik nog, in mijn hoofd altijd een soort conversaties... Want in het katholicisme heb je ook een engelbewaarder. Hè? Dat is een engel die speciaal over jou waakt en met jou communiceert. En daar had ik dan gesprekken mee in mijn hoofd. En toen realiseerde ik me op een gegeven moment echt... Ja, maar die andere stem, daar ben ik ook. Ik ben allebei die stemmen. Verzin de engelbewaarder. Ja, ik verzin die engelbewaarder. En toen dacht ik, lig hier gewoon helemaal alleen. En dat vond ik al best. Ik vond het niet erg. Nee. En toen interesseerde het me eigenlijk allemaal niet meer zo... godsdienst en dan was het meer iets om grappen over te maken. Mm-hmm. Totdat er op een gegeven moment een nieuwe godsdienst mijn leven binnenkwam. Die er helemaal niet van gediend is bespot te worden. En ja, toen werd het een nog interessanter. Neem even aan dat je spreekt over de islam nu. Ja, je spreekt over toch? Islam. Ja, ja. Dat dus is interessant dat je dat zegt, hè? Dat de angst voor dat onderwerp, om meerdere redenen... We komen er zo uitgebreid in de volgende fragment op, hè? Dat weet je. Maar dat je dus al merkt dat je soms het woord mijt uit een soort... Denk je dat nu islam, echt? Nee, ben je dat nu? Nou, dat zou best wel eens kunnen. Okay. Ik weet het niet 100% zeker. Maar die zelfcensuur is er wel degelijk. Op de islam komen we zo, hoor. Dat gaat niet uit de weg. Maar ik wil even weten van je zegt, oké, ik was katholiek... Ik ging naar de kerk, kreeg er niet zoveel van mee. Op een gegeven moment raakte het uit mijn hoofd. Mm-hmm. Ik was mijn eigen engelbewaarder, geloofde er niet meer in. Maar op een gegeven moment in jouw voorstellingen kwam op een gegeven moment geloof. En daar grap over maken. Maar ik vroeg je, wanneer ben je atheïst geworden? Maar dat kan je niet precies aangeven, lijkt het wel. Nou, ik geloof er gewoon niet meer. Nee. Ik geloof het, dus... En dan ben je atheïst, zo simpel is het. Ja, ja. Ook mensen die zeggen van... maar het is toch voor heel goed voor mensen dat ze een geloof hebben... en dat ze iets hebben om zich aan vast te houden. Dat zijn ook atheïsten. Ja. Want die zeggen voor mij, ik ben natuurlijk te intelligent en te ontwikkeld om daarin te geloven. Maar voor die mensen daar is het nog steeds een goed houvast. Maar voor sommige mensen die van het geloof afraken, sommigen doen er lang over, die voelen zich daar altijd nog een beetje schuldig over. Van god, hè, ze komen daar vandaan. Ja. En om het helemaal kwijt te zijn, dat lukt ze dan niet helemaal. Nee. Dat heb jij niet. Nee, het is er nooit echt. Er waren geen sancties. Zoals het bij mij was. Ja. Je kwam sowieso in de hemel, wat je ook flikte. Mm-hmm. Dus een schuldgevoel heb ik nooit gehad. Nee. Oké, ja. Hey, en Hitchens is voor jou de grote man, ook een atheïst, overtuigd atheïst. En die lees je veel en daar... Ja, ik vind het een hele interessante schrijver en ik zie hem heel graag debatteren. En ik vind het een fascinerende figuur, ja. Wat vind je van Blair trouwens? Blair werd hier overigens opgevoerd als gelovige, als bekende gelovige, min of meer. Blair, ja. Ik dacht altijd dat ik hem wel goed vond, lang geleden. Maar hij verloor het in het debat van Hitchens toch wel? Dat sowieso. Maar Blair verder als politicus, ik vond wel dat hij goed kon praten. Ja.
Maar ik weet wat me opviel niet aan, of het nou een goede politicus is. Wat me opviel aan Hitchens is dat hij eigenlijk dat het heel Engels is. Het gebeurt met vragen in plaats met harde statements eigenlijk. Hij stelt ze eigenlijk meer wedervragen. Dat is zijn manier. Nee, hij verheft zijn stem ook bijna nooit. Hij is zo slim en zo zeker van zijn zaak. En formuleert zo goed en zo mooi. Dat het dus weinig emotionaliteit hoeft hij erin te leggen. Ja. Het is een superieure intellect, doet gewoon het werk. Ik was ergens nog ergens een uitspraak. Zolang we bang zijn voor de dood, is er geloof. Ja, dat is het grote probleem. Dat kan je als atheïsten hebben daar geen antwoord op. Hoe doe je dat dan? Want dat is waar mensen een geloof omarmen. Omdat ze doodsbang zijn voordat er straks helemaal niks is. Ja, en dan hebben maar het is leuk, hij zei op een gegeven moment, toen hij wist zelf dat hij doodging. Ja. En toen hij zei, het is niet zo erg dat of het is niet zo dat het feestje stopt. Nee, het feestje gaat door, maar jij moet weg. En dat vond hij heel erg. Maar zei, wat is nou het alternatief dat iemand je op je rug tikt en zegt, nee, het feestje gaat gewoon door. Het houdt nooit meer op en je moet het leuk hebben. Dat vond hij eigenlijk nog veel enger. Ja. Zou jij dat ook hebben trouwens? Ja, als iemand tegen je zegt, joh, jij denkt dat je klaar bent met leven, maar er komt nog. Nou, denk maar eens, probeer maar eens 10 minuten lang geconcentreerd na te denken over eeuwigheid. Dat is echt het meest afschuwelijke wat je je maar kunt voorstellen. Waarom? Dat het nooit meer ophoudt. Dat het altijd zo zal zijn dat er helemaal geen eindpunt is. Als je daar lang over nadenkt, word je knettergek. Heb je het gedaan? Ik heb het wel eens gedaan, lang geleden. Ja, toen langer dan 10 minuten ook? Ja, en toen dacht ik, dit moet ik echt niet doen. Dit moet ik echt niet doen, want dit is nog maar 10 minuten. Kan je nagaan. Waar kom je dan op uit? Wat is angst? Ja, het is een hele angstige gedachte. Want? Dat iets niet meer ophoudt. Ja, dan wat het is, is het. En het zal nooit een einde hebben. En je kan nooit ontsnappen. Maar je kunt ook bijna niet... Nooit meer op. Dat is niet... Ja. Een prettige, je kunt ook niet gedachte. Meten of iets goed of slecht is geweest in je leven. Nee, dan, want dat gaat maar door. Ja, dus het is heel goed dat er een einde aan het leven komt. Ja. Dat klinkt mooi. We gaan naar iemand die eigenlijk een beetje in het verlengde van Hitchens, zullen we maar zeggen. Dat is Pat Kandel. Ja. Ook een Brit. Ook een Brit. Ja. Was een stand-up comedian. Ja. En maakt nu posts. Post nu gewoon filmpjes, eigenlijk eigen blog, rants of monologen van rond de 5-6 minuten op zijn eigen blog tegen religie en politieke correctheid. Ja, ja. We gaan kijken naar een fragment uit september 2012. Misschien goed om er volgens mij, ik heb het even bekeken om erbij te zeggen dat het is naar aanleiding van rellen die ontstonden toen er een film... Ja, The Innocence of Muslims, en toen was het meteen weer... Het was een film uit 2012 en die was anti-islamitisch. En dat riep een hele heftige reactie, ja. Waardoor er rellen in diverse landen waren... waar ook veel doden bij zijn gevallen. Ja. Hè? En daar reageert hij op in zijn blog, die je dus op zijn site kunt bezoeken... en die door miljoenen mensen bekeken wordt, zag ik. Heel veel volgers. Ja, wel veel, ja. Heel veel, echt heel veel, ja. Well, once again, we see multiple violent tantrums from the religion of permanent offence. Some things never change, do they? Once again, we see Islam self-detonate, if you'll pardon the expression, and show, once again, why it's about as welcome on this planet as an asteroid. Once again, we see thousands of Islamic nutcases take time out from beating up their wives to show their sensitive side. How? By smashing up the towns they live in, egged on by clerical ignoramuses whose motives are even lower than the literacy level of their followers. And once again, we in the civilized world are being urged to censor ourselves out of respect for a religion that violates the human rights of half the people on the planet and that doubles as a political ideology indistinguishable from Nazism. It would be funny if it wasn't so obscene. Or should that be the other way around? To call these riots infantile and imbecilic is to give them a dignity they don't deserve. They can only be described as Islamic. Let me get this straight. We're supposed to show tolerance and respect for a religion that doesn't know the meaning of either word and goes out of its way to prove it every day. We're supposed to amend our values to accommodate a religion that accommodates nothing and nobody
Dream on, people. It's not going to happen. Because with Islam, it's always a one-way street. We've learned that lesson the hard way. We can't afford any more tolerance and respect. We've been sucked dry. And we've become weary of manufactured Islamic grievance. It's such a bore that now when we hear some bearded buffoon or some bag-headed bimbo telling us how offended they are, we can't even be bothered to laugh anymore. Not even when the Turkish Prime Minister hilariously demands that Islamophobia now be made a crime against humanity, when, given the evidence, there's a much stronger case for making Islam a crime against humanity. Besides, Turkey is already hypocritically guilty of one of the worst crimes against humanity in history, the Armenian Genocide, a crime it doesn't even have the balls to admit to. When Muslims start showing the same level of outrage about things that are genuinely offensive, like the thousands of women and girls who are murdered and mutilated and raped every year in their countries, then we might take them a bit more seriously. As it is, there is nothing on this planet less deserving of sympathy or respect than Muslim outrage. Indeed, there's something deeply comical about it. It's so contrived and so cringingly unself-aware, it's impossible to take seriously, even if we wanted to, and nobody in their right mind wants to anymore. There was a time when Islam was given the benefit of the doubt by many people in the West. Now we think it's poison and we wish we'd never heard of it because 20 years of baseless grievance mongering and knee-jerk offence have shown us this religion for what it really is, and now we don't like it, we don't trust it, and we are never going to respect it. And we don't care how Muslims feel about that. Everything's an insult to this religion. Everything causes offence. Well, nobody gives a damn anymore, people. You've done it to death. You've killed the goose that laid the golden egg. So now, if you're an offended Muslim, go stick your head in the oven for all we care. And if you think that if you keep up the violence, the West will eventually cave in, it's not going to happen. Even if the politicians want it to, the people won't allow it. We'll carry on speaking our minds openly and freely because it's our birthright and it can't be taken away from us. It can only be given away, and we are giving Islam nothing because Islam gives us nothing. It's a religion permanently on the take. Gimme, gimme, gimme is all we ever hear. Gimme respect even though I haven't earned it. Gimme special treatment or I'll be offended and you'll be a racist. Well, we're sick and tired of hearing it. We're sick and tired of Islam, and we're sick and tired of the needless conflict and intimidation that comes from this religion at every turn. All week we've heard Muslims telling us that we in the West need to understand how important the Prophet is to them. We do understand. And we don't care. That's the point. We don't care now, and we are never going to care. Get used to it. We don't give a damn about your feelings. Our feelings are more important, and our feelings tell us that we're sick to the back teeth of hearing about your religion, so stick a sock in it. And no amount of violence is going to change a thing. The more you riot and scream and shout, the less we're going to listen. It'll simply stiffen our resolve not to be bullied and pushed around by people whose values we don't respect because you've given us no reason to respect them, and, more to the point, because you are incapable of giving us such a reason. In short, we will not be told what we can and cannot say. Not by you, not by anybody, not now, not ever. No matter how many flags you burn, no matter how many embassies you attack, free speech will prevail and you'll suck it up and like it. Ja. Waarom wilde je dit laten zien? Nou, ik wou dat ik zo had durven reageren naar de moord op Van Gogh. Dat ik dus niet voorzichtig, en wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen, moet voorzichtig zijn. Gewoon recht voor zijn raap zeggen, dit pik ik niet. Ik laat me door niemand zeggen wat ik wel en niet mag zeggen. Hm. Hij gaat vele stappen verder dan jij. Ja, dit, ik wou dat ik dit durfde. Ja, maar zit zeg maar zijn mening wel zo in jouw hoofd? Ja. Ben je het met hem eens? Ja, eigenlijk wel. Jij niet? Nou, ik kan in sommige dingen mee, sommige dingen niet. Wat niet? Ik ben er twijfelachtiger over. Daar wil ik zo wel over hebben, hoor. Maar ik wil even een paar dingen bij jou toetsen. Wat me bijvoorbeeld opviel. Nee, ik wil eerst anders vragen. Ben jij bang voor de islam?
ik ben bang voor geweld. Ik loop niet de hele tijd met angst rond. Maar ik loop wel met zelfcensuur in mijn hoofd rond. Ik ben wel ergens tegen aangelopen van dat het niet vrijblijvend meer is om daar grappen over te maken, over te ridiculiseren. Nou, maar goed, dat is de angst om je volledig uit angst te spreken. Angst voor geweld, ja. Of grappen te maken, of wat dan ook. Ja. Maar ik vraag je of je bang bent voor het geloof, voor de islam. Ik ben niet bang voor islamofoob, dat woord gebruikt hij. Ja, maar dat vind ik een rare term. Dat gebruikt hij, hè? Ja, weet ik. Maar hij maakt het ook belachelijk, de term. Want hij is wel serieus, hoor. Ja, maar islamofobie is natuurlijk een raar begrip. Kritiek op een religie of het slecht vinden voor een samenleving en denken dat de wereld er niet beter door wordt, maar slechter, een waanidee is. Het wordt dus in de categorie van een ziekte geplaatst. Ja, of nou, vooral een angst, hè? Zoals je homofoob. Ja. En ik denk niet dat het een ziekte is om een weerzin te hebben tegen religie in het algemeen en in het bijzonder tegen islam. Mm-hmm. Maar wat mij opvalt is dat hij bijvoorbeeld... hij scheert wel iedereen over één kam. Zie ik dat verkeerd? Het gaat over de doctrine. Kijk, mensen die hun geloof op een vreedzame manier beleiden hoeven zich hier niet door aangesproken te voelen. Hetzelfde dat ik niet vind dat iedere moslim... Maar die mensen staan nu misschien op hun achterste tenen. Ja, maar kijk, waarom staan ze dan niet op hun achterste tenen als ze uit naam... Achterste tenen bestaan niet, op de achterste... Neem me niet kwalijk. De voorste. Ja. Ja. Achterste poten, en zijn op hun tenen getrapt. Ja. Ze zijn al op hun tenen getrapt, ja, omdat ze het gezien hebben. Maar... Ja, waarom zou je hier boos over worden en niet boos worden over allerlei misstanden die er in de islamitische wereld plaatsvinden? Mm-hmm. Waarom is dit heel erg? En ik vind niet dat alle moslims verantwoordelijk zijn voor de terroristische aanslagen en voor vrouwenonderdrukking. Nee, degene die aanslagen plegen zijn daarvoor verantwoordelijk. Ja. En omdat ze zich daar niet voor hoeven te verantwoorden, hoeven ze zich hier ook niet door aangesproken te voelen. Nee, dit gaat over de doctrine, dit gaat over de gewelddadige kant. Dit gaat over mensen niet zo'n probleem hebben. En ik ook niet. Als je naar mijn mening vraagt, heb ik daar ook geen probleem mee dat hij dat zegt. Maar wat mij opvalt, is dat hij op een gegeven moment halverwege die speech, en ik heb een aantal keren gekeken, dat hij op een gegeven moment in de wij-vorm begint te praten. Wie zijn wij? Ja, ik had het ook sterker gevonden als hij het in de ik-vorm heeft gedaan. Okay. Maar ik denk wel dat hij namens... Dat dit een gevoel is wat bij veel mensen leeft. Zeker mensen die zich uitspreken. Ja. Er zijn zoveel mensen maar die... Maar daarmee ga je toch maakt hij zijn statement toch zwakker door te gaan generaliseren? Ik denk dat de ik-vorm beter was geweest. Maar heb je ook bezwaar tegen generaliseren? Tegen generaliseren? Ja, ik kan het in de grap nog wel voorstellen. Ik bedoel, generaliseren in het algemeen? Of? Nee, als je alle... Hij lijkt alle moslims even op een hoop te gooien in deze boze speech. Nee, hij heeft het duidelijk over islam. En dit is ook gericht tegen de mensen die rellen. Die roepen, dit mag niet gezegd worden. We zijn beledigd. En daar is het tegen gericht. Ja. Daar mag je zo tegen praten, vind ik. Ja. Ja, hij zegt ook nog ergens, daar twijfelde ik dan ook over, we geven geen reet om jullie gevoelens. Nee. Onze gevoelens zijn belangrijker. Ja. Daarmee... Ja, maar dat is toch ook zo. Hoeveel empathie heb je nu voor mensen die je niet kent? Hoeveel empathie heb je nou werkelijk? Ja, oké, als je het zo bekijkt, dan heb je altijd meer gevoel met de familie dan met iemand die je niet kent. Ja, dat is ook zo. Zeg je bijna niets mee, maar hij bedoelt dit wel iets anders, volgens mij. Maar ben jij geïnteresseerd in de gevoelens van gelovigen? Nou, maar, nee, niet per se, maar hij maakt hier volgens mij duidelijk dat hij vindt... Hij vindt hun, volgens mij, hiermee minder waardiger dan... Wij, waar hij het over heeft. Ja, hij spreekt eigenlijk uit... Kijk, omdat de protesten zijn gericht tegen het Westen... wat zomaar toestaat dat er iets... een film over de profeet mag worden gemaakt. En hij plaatst zichzelf in de rol van het Westen. Mm-hmm. Snap je? Omdat het ook...
de haat ook gericht is en de woede ook gericht is. Niet eens alleen maar tegen die filmmaker, maar tegen het Westen wat zomaar dit toelaat. Waar dat zomaar kan, dat soort dingen. Dus hij kiest ook voor de wijze. Voor de denk ik dat dat de reden is. Het is kwaad met kwaad vergelden eigenlijk. Nou nee, het is geweld met woorden. Ja. Bestrijden. Ja. Dat vind ik toch wel iets anders. Nee, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Ja. Maar jij zei net van, je begon net toen je dit zag, toen zei jij, ik weet niet of je het letterlijk zei, maar ik wou dat ik dit had durven zeggen toen Theo van Gogh vermoord was. Ja. Wat is jouw angst om dit soort dingen te zeggen? Bedreigd te worden, doodgeschoten te worden. Ja. En wat is daar aan te doen? Aan kogelvrij vest. Of van bukken. Ja, ja. Maar betekent dat ook dat je in jouw werk, want dan kun je het misschien iets makkelijker kwijt dan in een interview, een mening, weet ik niet. Is dat zo? Op het moment dat het zou kunnen, hè, dat ik het gevoel heb van ja, nu is die ban is doorbroken, en dan weet ik niet of het nog wel een onderwerp zou zijn. Dan zou ik er eigenlijk vrij snel mee klaar zijn. Ja. Maar doordat het niet kan, blijft dat jeuken. En blijf je het gevoel hebben van nee, wacht, dat, nee, niet een uitzondering maken. Daar dan. Ik vind het leuk als een olifant door de porseleinkast te gaan. Dat is, ja. dat is een stijl die ik leuk vind. Ja, dat zie ik. Maar je bent op je hoede. Ja. 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 En ik wou dat ik dat niet was. Of ik wou nog liever dat ik dat niet hoefde te zijn. Maar ik ben het wel. Ja. En voel jij op dat soort momenten, als je dat in theater gebruikt en de overdrijving en de grappen gebruikt, voel je dan ook een strijder van het vrije woord? Of voel je nog steeds een stand-up comedian? Ik voel me geen strijder van het vrije woord. Voor het vrije woord? Ik voel niet zoveel. Als ik op het podium sta, voel ik al helemaal niks. Ik denk niet in dat soort termen als strijder voor het vrije woord. Ja. Of, Heb je hem wel eens ontmoet, Pat Condell? Nee. Nee. Want volgens mij wordt hij ook wel eens bedreigd. Ik geloof in 2007. In een nog veel, veel onschuldiger stukje dan dit. En toen regende het doodsbedreigingen. Ja. Net als nu Ebru Umar ook echt een onschuldig stukje geschreven heeft in de metro. En regende het ook weer hele nare tweets en bedreigende onzin allemaal. Ja, ja. Nou, ik zag op zijn site dat hij vorige week vrolijk een biertje dronk in Amsterdam. Ja, hij was in Amsterdam, ja, maar ik heb hem nog nooit ontmoet. Ja. Wat is het verschil met Hitchens? Dit is emotioneler. Mm-hmm. Hitchens is veel intellectueler. Hitchens heeft ook geweldige debatten over islam gevoerd met Tariq Ramadan, die hij ook helemaal wegblaast. Mm-hmm. Dit heeft ook een duidelijk ritme erin. Het ritme van een stand-up comedian. Dus dat is toch anders. Hij oogt ook wat en klinkt ook wat boziger, hè, dan ja. Weet je waar dat vandaan komt? Waar komt die boosheid? Ik heb geen idee. Het zou kunnen zijn van de eerste bedreigingen die hij op zijn dak heeft gekregen. Ja. Daar wil je nog wel eens geïrriteerd door raken. Ja. Zullen we, dat wordt nu echt een lange lijn waar we het over hebben, maar dat kan geen kwaad. Nu naar een prettig gesprek gaan van Theo van Gogh met Pim Fortuyn. Oh ja, dan sluit met twee dooien sluit het blokje af. Ja, ja. Ja. Waar gaan we naar kijken? Dit is een interview wat Theo had met Fortuyn. Ja, je had een interviewprogramma wat een prettig gesprek heet. Ja, ik vooral omdat op het laatste wil Fortuyn Theo kussen, geloof ik. En dat vond ik wel een leuk moment. Oké. Van waar toch die ambitie? Waar ben je tekort gekomen vroeger? Nou, ik denk dat frustratie de motor is van creativiteit. Ik denk als je volmaakt gelukkig bent, dan hou je het voorzien. Dan is het hier en nu voldoende. En juist die frustratie doet je geen genoegen nemen met het hier en nu. En daar komen dan boeken, films, beeldhouwwerken, schilderijen. Hè? Ja, machtshonger komt daaruit voort. Dus eigenlijk ben je gewoon een verloren politiek talent? Zo zou ik me niet willen definiëren. Ik zou dat een te smalle duiding van mijn persoonlijkheid vinden. Heb je het wel getroffen met jezelf? Dat vraag je op een moeilijk moment. Omdat ik dat op het ogenblik niet vind. Aha. Maar waarom niet? Omdat ik ongelukkig ben. En waarom ben je ongelukkig? Ik leid op het ogenblik niet
het leven en doe. Niet het werk, en dan moet je dat niet zien inhoudelijk, maar in de sociale context. En wat ik graag zou willen leiden, of om het veel preciezer te zeggen, ik ben een man in its own right. Dus in zekere zin een loner. En dat wil ik ook niet kwijt. Maar ik zou graag in een groep mensen werken, graag in een groep mensen leven. En ik werk alleen en ik leef alleen en dat valt me zwaar. Dan zou je ook altijd ongelukkig in de liefde blijven. Nou, ik hoop het niet. Ik doe erg mijn best om wat ik in mezelf kan veranderen. En toegankelijker te maken om zover te komen. Maar dan ben je een volwassen man en dan wil je jezelf nog gaan veranderen. Hoe kan dat nou? Ja, volwassen man. Ik word volgend jaar 50 jaar. Ja. Ik klaag daar ook wel eens over. En zeg van, als je 50 hebt, dan moet je de zaken op orde hebben. Ja. En ja, ik moet constateren dat ik dat op in een bepaald burgerlijk perspectief natuurlijk wel heb. Ik heb geld, ik schrijf boeken, ik heb in de media een zeker succes. Je hebt een zekere bekendheid, dus je zou kunnen zeggen geslaagd man. Ja. Ik vind het zelf niet en vind zelf dat het tijd is voor verandering. Oké, dankjewel voor dit gesprek. Ik ga jou een cactus geven. Maak die nou eens open. Ja. En geef hem een kus aan de liefde van je leven. Nou, ik zou het anders willen doen, als dat ook mag. Ja, alles mag. Dat soort spontaniteit hier op prijs wordt gesteld. Van kijk, ik ben een keer eerder in dit programma geweest. Ja. Toen heb ik ook al een cactus moeten kussen. Nou, ja, moet. Maar ik zou nou eigenlijk een zoen willen geven aan de cactus van dit programma. En dat ben jij. Mijn god. Maar je zult dichterbij moeten komen, want anders dan redden we niet meer. Ik zit vast aan mijn touw. Theo. Dankjewel. Bedankt. Dankjewel. Dames en heren, dit was een prettig gesprek. Nou, is toch zoet. Zoet? Zoet. Ja. Ja, vind je het zoet om te zien? Ik vind het wel lief, ja. Ja. Mensen weten misschien helemaal niet zoveel van jouw vriendschap af met Theo van Gogh. Maar jullie waren echt dikke maatjes. Ja. Wat voor vriendschap was het? Veel bellen. Veel praten. En, hij zat veel bij mij op de bank. En dan viel hij bijna altijd in slaap. En, wat kwam hij doen praten, dan? Praten. Ja. Waarover? Over van alles. Er was altijd wel iets aan de hand. Er was altijd wel iets wat speelde of iets ergens waar hij in verwikkeld was en zo. Dus het was altijd wel iets. Het was altijd spannend. Het was nooit saai in elk geval. Het is nooit een saai moment geweest in de gesprekken met Theo. En hoeveel jaar heb je hem gekend? 7. Oké, ja. Was het je beste vriend of een van je beste vrienden? Ja, hij was een van mijn beste vrienden. Ja. En waarom was die vriendschap dan misschien net even meer bijzonder dan met andere vrienden? Nou, ik weet niet dat het zo was, maar ja, alles was extreem bij Theo. Hè? Alles was, dus ook als je met hem bevriend was, dan zag je hem bijna elke dag. En dan sprak je hem elke dag. Dus dat was, ook daarin ging hij vol in zo'n vriendschap met alles. Met drinken, met roken, met alles. En daar dus ook in. Dus dat was heel, heel intensief. Ja, en die mateloosheid, zoals je het noemt, daar genoot jij ook van? Ja, ik vond het leuk als een gesprek op tempo blijft en dat iemand gewoon geen moment afhaakt en heel strak goed blijft formuleren. Dus ik vond dat leuke, hele leuke telefoongesprekken altijd en gewone gesprekken. Ja, maar was het ook iemand die zeg maar jouw mening hielp vormen door zo te spelen met elkaar? Ja, ongetwijfeld. Gesprekken vormen altijd je mening en hoe je over dingen denkt. Als je het kan toetsen aan iemand anders. Ja. En dat was. En ik kwam ook door hem ook wel in aanraking met andere mensen. En denk ook wel dat ik iets meer politiek bewust werd. Omdat hij daar veel mee bezig was. Ja, want als we nou nog even teruggaan naar de islam. Van, hadden jullie daar veel gesprekken over? Ja, daar ging het al regelmatig over. Ja. En wat vond je, hoe vond je dat hij erin stond? Ik vond dat hij daar heel goed in stond. Oh ja? Ja. Waarom? Nou, omdat hij vertegenwoordigde niets anders dan zichzelf. Hij sprak echt alleen maar namens zichzelf. Hij had eigenlijk geen grote aanhang. Hij was ook geen hoge kijkcijfers of grote hits van films. Hij was iemand die. Maar wel iemand waar je niet omheen kon.
Hij was van zichzelf een beweging. Hij had geen beweging. Ja, ja, precies. Mm-hmm. En ik heb hem wel eens in een zaal vol met moslimmeisjes debatten zien voeren. Ja. En dat ging dan zo'n behoorlijk fel. Maar hij kreeg toch altijd ook een groot applaus op het einde. Ja, hoe kwam dat? Ja, weet je, ik ben ook wel eens dat ik op straat word aangesproken door Marokkaantjes. Hè? Ja. Zijn altijd kleintjes? Zijn nooit volwassen Marokkanen? Nee, van die jochies. Ja. En dan, hey, racist, je bent toch racist? Je bent toch racist? En dan ga ik een gesprek aan. Ja. Wat zeg je dan? En ik zeg, hoezo? Hoezo dan? En dan begin ik een gesprek. En dat is eigenlijk wel leuk dan. Ja. Dan wordt het meestal wel leuk. En dan roken ze allemaal sigaret op. En dan merk ik, als je niet een neerbuigende houding aanneemt of een bevolgende houding aanneemt, maar gewoon echt gewoon rechtstreeks zegt wat je vindt tegen ze, dat ze daar, bij mij in elk geval, wel van onder de indruk zijn. Ze vinden het ook leuk om voor vol te worden aangezien. Ja. Wat heel lang, de manier hoe er tegen allochtonen wordt aangekeken door veel verschillige mensen, is eigenlijk een beetje racistisch geweest altijd, vind ik. Een beetje als, we hebben zo ingepeperd dat we niet racistisch mogen zijn. En op een gegeven moment wist ik dat wel. Ja, mm-hmm. Racisme is dat onzinnig is om iemand op zijn DNA te beoordelen. Dat. Maar omdat dat zo erin gepompt is, werden mensen zo eager om dat niet te zijn, dat heel veel mensen nu alles wat allochtoon is of alles wat niet blank is, alleen nog maar kunnen zien als slachtoffer. Bijna als kleine huisdiertjes die vooral beschermd moeten worden. Ja. Die vooral niet bloot mag stellen aan vrijheid van meningsuiting of enige confrontatie. Je moet heel wat een leuke cultuur heb jij. Ja, wat een leuke cultuur. Ja, wat een leuke cultuur. En ik denk dat hou je aan niet vol. En het heeft iets heel neerbuigends en eigenlijk racistisch om te denken dat. Je neemt mensen niet volledig serieus. Je neemt ze gewoon niet volledig serieus. Je ziet ze niet voor vol aan. Het zijn zielige mensjes die vooral door blanke, verschillige mensen beschermd moeten worden tegen al die nare opvattingen die er wel eens zouden kunnen zijn. Andere uiterste, of in ieder geval de andere weg is, wat is debat aangaan met ze. Ja, zeggen wat je vindt en niet ervan uitgaan dat jij boven hun staat en dat je dus heel voorzichtig moet zijn, mm-hmm, en heel erg het moet inpakken. Ja, maar overtreffende trap zou kunnen zijn dat je ze beledigt. En daar ontstaan ook vaak problemen rond jouw voorstelling of wat je misschien... Dat heb ik nog nooit zo gehad. Zeg je? Ik heb zelf nooit zo'n last gehad eigenlijk. Nee? Ik hoop dat vanavond zo blijft. Ja. Nee, maar snap je? Ik bedoel, je vindt ook dat je moet kunnen beledigen. Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, en waarom vind je dat eigenlijk? Beledigen. Nou ja, maar dat heb ik al eens eerder gezegd. En wat is een belediging? Iets kan opgevat worden als een belediging omdat het indruist tegen alles waar je in gelooft en wat je heilig vindt. Mm-hmm. En als dan iemand anders daar een totaal andere visie tegenover stelt, dan kan dat als een schok komen. Daar schrikken mensen van. Mm-hmm. Maar om ze daartegen te beschermen, en dat heeft geen zin. Ik denk dat als je dat niet doet, dat mensen er veel sneller achter komen ook, dat je daar niet zoveel van te vrezen hebt. Dat je niet zoveel te vrezen hebt. Is het ook wel goed om een dikke huid te kweken? Kan ook. Ja, je kweekt een dikke huid en wat kan het je schelen? Ik bedoel, vrijheid van meningsuiting geldt niet alleen voor ons. Dat geldt voor iedereen. Ja. Ik bedoel, niemand kan iemand anders vertellen waar hij wel of niet in mag geloven. Maar iemand kan wel vertellen dat ik het belachelijk vind. Mm-hmm. En dat ik het onzinnig vind. Maar die vrijheid van meningsuiting werkt twee kanten op. Ja. Iedereen mag dus zeggen wat hij vindt. Ik las een stuk van jouw vriend en columnist voor Parool, Theodor Holman, in De Groene. Hij schreef een stuk over jouw humor, 2 weken geleden volgens mij. Hè? Mm-hmm. En die schreef daarin ergens een zinnetje. De moord, hè, op Theo van Gogh had ons op vele manieren beïnvloed. Hij hoorde ook bij de inner circles, ook die gingen veel, mm-hmm, met elkaar om. Vind je dat ook, wat hij schreef? Nou ja, in hoeverre heeft de moord van Theo van Gogh invloed op jou gehad, op jouw leven daarna?
Ja, en wat gebeurde er met je? Ja, kijk, als er iets ingrijpend... Dit was natuurlijk heel ingrijpend, hè. Ik bedoel, op het moment dat je dat hoort, verandert alles. Alles is in één keer anders. En dus je krijgt een slinger en dan probeer je daarna weer een beetje de weg terug te vinden. Maar die is er niet, dus alles is in één keer anders. Maar uiteindelijk ben je wel gewoon wie je bent. En ik... Ja, dus ben je boos geworden? Ja, ik hoop toch, mag toch hopen van niet. Cynischer? Nee, en cynisch vind ik trouwens niet eens zo'n slechte eigenschap. En ja, als je mijn show ziet, ook van daarvoor... geloof ik niet dat ik daar echt heel erg in veranderd ben. Dat denk ik niet. Nee. Maar Theodor, die je dus goed kent, vriend van jou... die beweert dat het je meer heeft gedaan... dan je wellicht aan jezelf hebt prijsgegeven in het begin. Nou, ik vind, ja, aan mezelf prijsgegeven... Het is heel moeilijk om te bedenken hoe ik zou zijn geweest als het niet zou zijn gebeurd. Nee, natuurlijk. Dus ik kan dat niet met elkaar vergelijken. Er zou iets kunnen blijven hangen in je hoofd wat maar repeteert. En wat zwaar op je drukt. Nou, er is natuurlijk het onderwerp. Dus vrije expressie versus intolerantie. Is iets waar je niet zo snel uitkomt. Dus je zoekt wel steeds naar nog betere formuleringen... en nog betere manieren om daar iets over te zeggen. Maar je komt er ook achter dat waar het uiteindelijk op neerkomt... is gewoon lef. Is het gewoon toch maar gewoon zeggen. Ja, heb je genoeg lef? Nee, ik ben bang van niet. Maar ik doe mijn best. Ja. Ted Kondel had meer lef, zei hij. Ja, 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 ja. Ja, daar durf je nog niet aan. Daar durf ik nog niet aan. Nee. Oké, okay. Ja. Snooker. Nu gaan we naar snooker. Nou gaan we naar snooker. De mensen hebben er lang op gewacht. Ja. Zo, dat... Snooker, ja. Snoekeren. Dat is een mooie overgang. Vind ik wel. Ja. Nou, dan moet ik even wel een beetje uitleggen van de spelregels. Ja. En misschien, als, zou dat kunnen? Dat we het alvast even iets zien? Nou ja, nou in elk geval de tafel al zien. Dan kan kijk even of dat kijkt. Nou, ja. Dit helpt al. Oké, dit helpt al een beetje. Nou. Dit is Ronnie O'Sullivan. Je krijgt zo'n fluisterend commentaar bij geven nu al. Hè? Ja, ja, ja. Ja? Dit is Ronnie O'Sullivan en dat is een genie. Dat is echt te vergelijken met Federer of Tiger Woods of dat soort figuren. En hij is dus een snoekerspeler. En hij werd al, ik denk in 97 of 98 voor het eerst wereldkampioen. Mm-hmm. Kwam uit een gezin waarvan de vader een serie sexshops had in Soho. En toen werd hij wereldkampioen en toen ging zijn vader ging de gevangenis in voor moord. Niet lang daarna ging zijn moeder ook nog voor een paar maanden de gevangenis in voor belastingontduiking. En toen ging het een tijdje slecht met Ronnie O'Sullivan, want hij moest zelf ook in rehab. Ja. Maar kwam daar weer uit. En hij is vorig jaar weer wereldkampioen. Dit jaar weer wereldkampioen geworden. Het jaar daarvoor ook wereldkampioen geworden. En wat gaan we nu zien? Ja, dat moet ik eens even uitleggen. Mag ik... Toch weer even terug ja, ik naar... Ik moet even terug naar dat... Er is ja, kijk. Nou, waar het bij snooker om gaat, is dat je punten scoort. En wat er eerst moet gebeuren, is dat je een rode bal pot. Ja. Zo heet dat. En een pot is een gaatje. In een gaatje, ja. Je moet een rode bal potten en daarna een andere kleur. Nou, die kleuren die hebben waarde... De geel is 2 punten, groen 3, doe ze maar bruin niet allemaal. 4, blauw 5, roze 6 en zwart 7. Dus als je flink wil scoren, moet je rood-zwart. Zoveel mogelijk. Ja. Nou, heel af en toe komt het voor dat er een maximum wordt gespeeld. Dus dat iemand echt het maximaal aantal punten haalt wat je kan halen. Alle ballen in de gaatjes spelen. Ja, en alleen maar rood-zwart. Alleen maar rood, zwart. En daarna de hele tafel nog leeg spelen. Want als alle rode ballen weg zijn, moet je die andere weer in volgorde. Ja. Snap je? Ja, ja. Dat gaat nu gebeuren. En dat gaat nu gebeuren. En hij doet het ook nog in een tempo wat daarvoor nooit vertoond is. En daarna ook nog nooit meer vertoond is. En dat is onwaarschijnlijk dat dat nog ooit verbeterd gaat worden. Oké. Genieten dus van de klakkende ballen. Ja, en de concentratie van Ronnie. One.
Eet. Nee. Yes, it was just a much too thin a safety 16. Shot that Mick Price played to leave these on for Ronnie. 17. Well, that's the fifth red and the fifth black coming up. And obviously the red at the bottom of the cluster will pot. 40. 41. Now, 48. Important now off this red to leave a nice angle on the black. 49. Well, I think he's overdone that slightly, has he? Or can he force the cue ball into that cluster? He can. 56. Just wondering if he can get that one into the left center. Looks as if he can. 57. This is amazing. 64. 65. Well, 72. One more red in the frame safe, but Ronnie's got other things on his mind, and so has everybody in the audience. Well, listen, John, I know you've commentated on a maximum before. I have never, and I'm starting to get a bit excited here. There's a little matter of £147,000 on offer this year for a maximum break. Yes, and I think those two reds below the pink, one of them will pot in the left corner. Yeah. Well, they will now. Needs to be a bit lucky. That's okay. 96. Great chance. 97. 4 minutes for the century. Amazing. Right, this is the key shot. Needs a good angle on this red to get on the black. He's got it just. 113. 113. Oh, slow down, White. Slow down, White. Perfect. Yes, absolutely perfect. 134. I don't believe this. What a break! What a fantastic!
fantastic maximum break that is. Ronnie O'Sullivan's delighted. The crowd's delighted. John Virgo, and I'm delighted. 5 minutes for one unbelievable maximum break. Sensational. Hij had een keer, toen had hij in een wedstrijd had hij pas 3 ballen had hij gepot. En toen vroeg hij, wat is eigenlijk het prijzengeld voor een maximum break? En toen moest de scheidsrechter dat eerst gaan vragen. En toen maakte hij ook een maximum break. En toen wilde hij alleen de laatste zwarte niet potten, omdat hij het prijzengeld te laag vond. En toen vroeg een Nederlandse scheidsrechter, van, nou, doe ook die zwarte nee voor het publiek. En toen heeft hij dat alsnog gedaan. Maar dat was hij heeft ook wel een soort na-karakter, hè? Nee, toch? Nee? Nee. Oh, zo? Nee, ik begreep wel dat hij dit soort dingen uithaalde. Gewoon, Nee, hij heeft soms moeite om met die spanning om te gaan. En dan gaat hij weer in een interview zeggen dat, ja, snooker is eigenlijk niks voor mij. Het is eigenlijk helemaal niks voor stap mij. Stap eruit. En ja, dan wordt iedereen weer heel boos. En, ja. Maar als hij echt in zijn flow zit, dan is het, vind ik, geweldig om naar te kijken. Ja, maar dan gaat het je met name om het ritme van het spel ook? Of ja, de concentratie en... En, want je moet niet alleen die bal potten, maar je moet ook nog zorgen dat als er bijvoorbeeld een zwarte tegen de wand ligt, dan moet je zorgen dat je die ook nog een keer van de wand afhaalt. En ja. Dat soort tactisch spel is ook leuk. Ja, of als er zo'n hele kluw aan ballen ligt. Ik weet niet ligt, of er heel veel mensen dit leuk vinden, maar ik vind het geweldig. Er zijn heel veel snoekerfans volgens mij altijd. Ja, heb ik altijd wel begrepen. Ja. Wij hebben inmiddels kijkers van allerlei dranken. Ja, dat hoort bij en de snoeker. En knabbels gekregen. Nou, kijk. Ja, heel goed dat je dat even zegt. Ja, want die mensen denken, wat is dat nou? Dat is gebeurd tijdens het snoeker, ja. Maar en is het nou zo, moet ik hieruit begrijpen dat jij zelf ook biljart? Of nee. Niet? Dat niet? Nee, ik kan me niet langer dan 2 minuten concentreren en dan ben ik weg. Sowieso? Ja, dat is wel een probleem. Ja, dat is een beetje een probleem. Ja? Daarom kreeg het geloof ook geen vat op mij, omdat ik het echt gewoon al te snel afgeleid was door andere dingen. Ja. Hey, en heb je dit nu op internet gevonden? Of heb je dit nee, is uit 97? Heb jij live gezien toen? Ik heb hem live ook gezien, deze, ja. Ja. Oké, okay, dus je bent echt wel een snoeker vanavond. Ik ben een Ronnie O'Sullivan fan eigenlijk. Meestal is het toch ook vaak ook wel een beetje saai en duurt het lang. Maar als hij speelt, wil ik het altijd zien. Ja. Ja. Goed. Hey, we gaan naar Lucky TV. Oh ja, dat is leuk. Volgens mij een vriend van jou, Sander van der Paven. Ja. De man die daarachter steekt, die het allemaal maakt. Lucky TV, die zijn eigen bedrijf heeft, die de laatste jaren met name beroemd is geworden door alle korte slotfilmpjes bij De Wereld Draait Door. Ja. Waarom is hij zo geniaal? Ja, ik moet er altijd om lachen. Er is eigenlijk niks op de tv verder waar ik echt om moet lachen. En het is heel secuur gemaakt. Hij heeft me wel eens verteld dat hij heel goed kijkt naar... niet alleen in een gesprek wat er gezegd wordt... maar hij kijkt heel goed naar de gezichtsuitdrukkingen. En daar speelt hij heel erg mee. En daar maakt hij er dan iets heel anders van. Meestal weet hij van tevoren helemaal niet wat het gaat worden. En dus zijn het vrij intuïtieve beslissingjes die hij steeds neemt. En in één keer is er een filmpje af. Ja. Je bent mijn vriend. Heb je ooit wel eens bij hem gezeten toen hij ermee bezig was? Of nee, ik heb hem nooit belt zo... je wel eens met een, vraagt hij wel eens naar nee. een... Nee, het doet het allemaal zelf. Ja. Dat is kunstenaars onder elkaar, eigen werk eerst. Dat is, Maar hij kijkt dus... Hij kijkt misschien iets anders dan iedereen kijkt. Is dat het? Ja, ik denk het, ja. Dus wat er in de gezichten gebeurt van mensen... en hij weet daar ook precies de goede stem bij te vinden... De stem die hij nu heeft voor Willem-Alexander... is eigenlijk veel beter dan de echte stem van Willem-Alexander. Past veel beter bij de gezichtsuitdrukking. En ja, dat is heel knap. Het is heel secuur. Ja, ja. Vind je dat hij ver genoeg gaat in zijn humor? Hij moet zo ver gaan als hij zelf wil. Dus ik moet erom lachen. Ja, ja. En jij zegt er is verder weinig te lachen op de Nederlandse televisie. Ja, er is niet veel waar ik echt om moet lachen. Nee? Kun je nog iets noemen naast Ik vind Gerrit Hiemstra, moet ik altijd wel heel erg om lachen. Ja? En hoe komt dat? Ja, iets wat hij doet met zijn mond.
Ik zit echt de even... Ja, nee, maar het is een beetje lullig om dat nou te zeggen. Maar, nou, Gerrit vindt het misschien wel heel plezierig om te horen. Nee, niet van Gerrit, maar dat ik niks kan verzinnen wat verder nog waar ik om moet lachen. Nee. Je vindt dingen niet snel leuk? Nee, maar ik ben natuurlijk ook echt een groot afnemer van humor geweest al mijn hele leven. Dus ik ben wel... het is moeilijk om mij nog te verrassen. Ja, we gaan overigens nog wel... humoristisch bedoeld. En die Kaufman nog te zien straks later in de avond. Dus we krijgen nog wel dingen te zien die jij wel leuk vindt. Hoe laat is het eigenlijk? Ik heb geen idee en het maakt ook niet uit. We hebben nog geen signaal gekregen dat iedereen al slaapt. Okay. Dus laten we vooral doorgaan. Okay. Zullen we gaan kijken naar... We hebben van Sander van der Paven, dus de maker van Lucky TV, twee fragmentjes gekregen die we kunnen uitzenden. Dat gaan we doen. Oké. Okay. Welkom bij Boeken, et cetera. Vanmiddag is Ramzi Nasser te gast. De gedichten die hij schreef zijn gebundeld. Laten we even het eerste gedicht erbij pakken dat je toen hebt geschreven. Ja. Een paar woorden proberen op te vallen. Het eerste stadsgedicht heet Stadsplant. Ja. En dat speelt zich af in drie delen. Eén onder de grond, ja, maar de wortel. Even nog voor de duidelijkheid, maar een paar woorden. Dus... Ja, dit zijn de eerste regels. De wortel. Het was zonnig die dag. Ja. Ik liep zonder helm over de leien... Ingeburgerd als altijd, vrij als een ijzeren vlinder. IJzeren volmaakt vlinder? Als een ijzeren vlinder, volmaakt gelukkig. In een illegale stad waar elke straat... Illegaal? Ja, dit is wat ik geschreven heb. Ja. Het is moeilijk om achter iemands maar ogen... Maar probeer het maar. Als dichter moet je dat kunnen. Ja, sorry. In een illegale stad waar elke straat een dubbelganger met naambord... Ja, dat moet je even uitleggen. Nou, goed. Dat is bullshit. Dit was Boeken, et cetera, met Ramzi Nasser. Het is een heel bijzonder mens met een charisma. Ja. Ja. Een présence, wat is het? Ja, présence. Ja. Heel lief, het luister eens naar, maar hij is hier. Ah, joh. Ja, Ramzi Nasser. Leuk. Ja. Slok. Wat gaan we doen, Nou, ik zag, ja, jij ook. Nee, ik zag Ramzi Shafi. Ik moest er heel erg om lachen. En toen heb ik even opgezocht wat De Wereld Draait Door uitzond toen die doodging. Want daar hebben ze een special over gemaakt. Mm-hmm. Ik weet niet of de dag zelf, dag daarop, weet ik eigenlijk niet meer. En toen viel mij op dat die Lucky, die vanzelfsprekend over Ramzi Shafi ging, heel mild was. Er werd dat zing, bid, huil. En zo werd alleen dat huil uitgehaald. Dat dit het huil steeds zong. En voor de rest was het, hoorde je alleen de muziek gaan. Hè? Hoorde je alleen het huil. Wat eigenlijk heel, ja... Ja, er werd ook heel Lieflijk veel was. Gehuild toen, volgens mij. Ja, ja. Maar zou je deze ook uit kunnen zenden op de dag dat hij overleden is? Dit kan je wel doen, maar misschien is het sympathieker om het dan niet te doen. Maar... Een dag daarna misschien. Ja. Nou, het kan ook weer wel, hoor. Ik bedoel, ja, dat verbaast wel dat je dat zegt eigenlijk. Ja, je kan ook op een crematie waar je niet uitgenodigd bent het woord nemen. En een hele lange speech gaan houden. Ja. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Nee, maar het kan wel, zeg je. Ja, het kan wel. Ja. Maar het, ja. Ik weet niet of het een doel dient. Bij sommige mensen kan het weer wel. Iemand die zijn hele leven lang zelf heel polemisch is geweest. Ja. Dan vind ik het leuk dat er op de dag van de dood ook een fel polemisch stuk tegen die overledene staat. Dat is fair game. Maar dat hoort bij zijn vak of bij zijn schrijftrand of bij zijn pen. Dat hoort erbij. Ja. En ik vind dat iedereen alles moet kunnen schrijven. Ik weet niet of ik het zelf zou doen. Nee. Maar je vindt als ik zeg van joh, als je dit na zijn dood doet, vind je nou... Had jij persoonlijk had je er geen probleem mee gehad? Nee, maakt mij dat uit. Ja, oké. Okay. Hey, en
oude artiesten, die zo op de hak worden genomen. Wat is het lot van de oude artiest, van de oude Hans Thewe? Wordt die ook in de maling genomen later? Weet ik veel. Wat is het lot van de oude artiest? Ja, dat is dit. Hè? Als je dus nog steeds maar weer terugkomt in programma's en weer geëerd wordt. Ja, maar dan ben ik zelf dood, neem ik aan. Of leef ik dan nog? Dat was ik helemaal vergeten. Of was ik nog leef? Dat was ik helemaal vergeten. Jij was degene die zei dood is dood. Dood is dood. Oké. We hoorden net de pianoklanken die eigenlijk een beetje eronder waren gezet. Eigenlijk wel, hè. Ja. En nu komen we op Glenn Gould uit. Glenn Gould, ja. Ja, dat is vooral omdat mijn vriendin is een beetje verliefd op hem. Maar hij is dood. Pianist, ja. De pianist. Verliefd op hem? Ja, dat vermoeden heb ik wel. Wat leuk is aan Glenn Gould is dat hij zich heel veel vrijheid permitteerde bij bestaande klassieke stukken. Ook bij stukken van Bach, die echt als heilig werden gezien. Daar mocht je niet aan zitten. En wat hij daar zelf over zei, was dat de componisten zelf in de tijd dat ze nog concerten gaven, nooit die stukken altijd precies hetzelfde speelden. Mm-hmm. Maar dat werd vaak gezien als heiligschennis of dat hij het te langzaam speelde. En er is ook een heel leuk gesprek van hem met mensen die heeft een discussie met iemand die zegt van ja, maar de concertzaal, dat is toch waar het om gaat. Dat is toch waar het gebeurt. En hij zegt nee, helemaal niet. Opnames. Dat was het misschien voordat we opnames hadden, was dat de enige plek waar het gebeurde. Maar nu wil ik opnames maken. De studio. Dus hij hield ook op met concerten geven en maakte vooral heel veel opnames. Ja. We gaan kijken naar het pianoconcert. Ja, dat is heel mooi. Met Leonard Bernstein overigens, die voor het orkest staat. Ja. New York Philharmonic. 1960 speelt Bach. Bach. Bach zelf. Glenn. Oh, zijn we er al? Zijn we er alweer? Oké.
Ja, ik ben zelf geen pianist. Jij speelt wel piano. Heb jij opleiding gehad? Nee. Ja, ik heb lessen gehad, maar geen. Ja, dan kun je wel zeggen, ik heb de indruk, want ik speel dus zelf geen piano, dat die vingers van hem zo gek staan, dat zijn handen ook zo gek staan, dat hij zo gek zit. Oh ja? Oh, vind je dat? Ja, dat vind ik. Dan doe je het toch lekker zelf. Dat, maar die Teppers was je ook al zo kritisch. Nee, nee, ik ben niet kritisch, hij zit heel laag. Hij zit heel laag. Hij zit zo. Meestal zitten mensen zo. Dus hij zit heel, heel laag. Misschien is dat wat je ziet. Ja, ja, waardoor zijn handen ook bijna zijn handen heel laag komen te zitten. Dat is het. Dat we is zijn het. Eruit. En dat mag allemaal niet. Dat mag allemaal niet. Nee. Is hij een genie? Nou, wel een geniale pianist, ja. Denk ik wel, ja. En waar leid je dat af? Dat hebben andere mensen gezegd en ik neem dat gewoon klakkeloos over. En die Leonard Bernstein die daar stond, vond je daarvan? Leonard Bernstein. Bernstein, sorry. Bernstein? Bernstein. Dat is de componist van de West Side Story, ja. Alle muziek van de West Side Story. En, hij vroeg wel wat om aandacht, had ik de indruk. Hij is een beetje ijdel. Ja. Maar mag die? Hallo. Met al die verdiensten. Oké, we gaan naar op die blaadjes te kijken. Nee, joh, ik moet kijken wat de volgende is. Trash Humpers. Trash Humpers, ja. Dat is ja, dat is voor de fijnproevers, denk ik. Dat is van Harmony Korine. Dat is een Amerikaanse filmmaker. Nog vrij jong steeds. En de films die hij maakt onttrekken zich eigenlijk aan alle wetten van film. Het is heel eigenzinnig wat hij doet. En het speelt zich ook heel vaak af in een beetje de lagere, white trash-achtige milieus. En deze, Trash Humpers, is ik denk de meest provocerende qua vorm. Ja. Omdat er zit niet echt een verhaal in. Het is met een oude video 8-camera opgenomen, waardoor het heel groezelig is, waardoor het allemaal nog... Bewust, het had best anders gekund, maar gewoon... Ja, ik denk dat bewust is, ja. Waardoor het allemaal nog wat groezeliger wordt. En het zijn allemaal... Ja, bizarre white trash taferelen, maar waar hij toch een soort poëzie in weet te vinden. Het wordt toch mooi als je blijft kijken, maar het is heel bizar en heel vreemd. En hij heeft ook met die antwoord een... Wat we eerder op de avond hadden, die zwart-wit clip uit Zuid-Afrika. Ja. Daar heeft hij mee samengewerkt. Daar heeft hij mee samengewerkt, ja. Daar heeft hij voor hun met een kort filmpje van 15 minuten gemaakt. Het is heel brutaal en het is, ik vond het geweldig. Ik vond het ook heel geestig en het lijkt nergens op. Nee. En wat we gaan zien is een scène, ik heb hem vanmiddag al eerder gezien, is dat die mannen en die vrouw die we zien, die worden gespeeld door jonge mensen in ouder gemaakte pakken. Jij moet het niet uitleggen, maar goed. Bejaarde man. Hij wilde eerst met bejaarden, maar dat lukte niet. Daar kreeg hij geen mensen voor vanwege de handelingen die ze kregen. Ik denk het, dat kreeg je in elk geval niet voor elkaar, dus nu zijn het acteurs met bejaarde maskers op. Ja. Nou, het is na tienen, dus de kleinste kindjes zijn naar bed. Ja, dat kan wel, toch? En de oudere kindjes mogen dit best zien, toch? Jawel, als ze het lef hebben om nu nog op te zijn, mogen ze dit ook wel voor een kiezer krijgen. Goed zo. Trash Humpers. Get it all in there. It was better than that.
It was grace from God, from pygmies and shit. I learned booze that was taken from voodoo priestesses and pygmies and shit and cold-blooded killers, hyenas with mouths that go, hey! They want to torque that head. I'll snap that motherfucking neck and dance. Yeah. I just feel a spirit. I just feel that. Ik weet niet of hij nog draait, Spring Breakers. Dat is zijn recentste film. Ja, volgens mij hebben we een filmfestival in Rotterdam geweest, 2012 of zo, hè? Dat is mijn herinnering. Ook heel bijzonder. Ja. Als je nou zo'n hele film bekijkt, want er zit eigenlijk niet al te veel verhaal in als helemaal, je de hele film ziet. Helemaal niet, dat wil hij ook helemaal niet. Nee, niet met deze film. Nee, want wat wil hij er wel mee? Ik heb geen idee, maar ik kan mijn ogen er niet van afhouden. En, kun je uitleggen waarom? Ik weet het niet, het werkt bijna hypnotiserend. En soms doet hij ook dingen waarvan ik denk, van dat had ik ook wel kunnen bedenken of willen bedenken. Zoals? Noem eens, probeer eens wat te vinden. Nou, wat grappig is, ik heb wel eens op internet filmpjes gemaakt met een pop, Baby Terrence. En hij werkt dus ook met poppen. Een klein jongetje wat op een pop slaat. En, met een pikhouweel. Ja, het, ik bedoel, waar zie je dit nou? Het is wel heel makkelijk. Ja, nee, maar het is hoogst origineel en het is toch niet willekeurig. Het heeft toch een. Het is toch een kracht, tenminste voor mij. Ik kan er toch niet naar kijken. Maar probeer dan eens uit te leggen waarom het voor jou niet willekeurig is. Want zo lijkt het toch wel als je zit te kijken. Wat is dan de constante in die film? 90 minuten lang, of hoe lang duurt die? Ja, het is, ja, dat weet ik eigenlijk echt niet, Wilfried. Ik kan moeilijk uitleggen waarom het... Het is zo alles relativerend. En... Ja, zo zich aan alle regels onttrekkend, dat er kennelijk ook aan de diepste bodem, de diepste onderkant, is toch ook nog wel een soort poëzie te vinden of zo. Misschien dat het zoiets is. Ja. Het doet me heel erg denken aan Gumba-tekeningen. Gumba bracht me ook op het spoor van deze film. Wat ook een soort universum is waarin echt alles gerelativeerd wordt. Het hele bestaan. Ja, echt het hele bestaan wordt gerelativeerd. Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb dus die film geprobeerd helemaal uit te kijken. Ik zal eerlijk zeggen dat ik een paar keer ietsje gespoeld heb, als je het niet heel erg vindt. Maar die film was afgelopen en ik had nergens zin meer in. Ik werd er juist heel erg. Ik kreeg juist heel veel zin om dingen te maken. Ja, dat en, misschien wel. En maar dat je denkt van, ik hoef me dus nergens iets van aan te trekken. Ik kan gewoon mijn eigen directe creatieve impuls volgen. En als ik gewoon denk, dit is eigenlijk wel gaaf. En dan zijn er misschien allemaal gedachten die even, ja, maar dat kan toch? Ja, dat kan wel. Wel doen. Ja. Ja, dus het voor de creativiteit mij enorm goed. Ja, voor mij werkt het heel inspirerend. Ja. Ja. Het is schaamteloos en het is gedachteloos soms. En het wordt gewoon gedaan. En dat is voor jou de kracht, als maker. Ja, en ik vind het ook heel geestig, hoor. Ik vind het echt heel erg grappig. Ja, nou, ik heb hier ook wel
onbedaardelijk om deze man. Dit is ook zijn meest abstracte film. Hij heeft ook film Julian Donkey Boy en Gummo. Die zijn wel bekend. Die zijn wat minder abstract, maar ook heel erg goed en heel bijzonder. Maar snap je dat ik... Ja, het klinkt alsof ik daar zo triest in mijn eentje naar heb zitten. Kijk, wat ik zo was. Was je alleen? Was het alleen? Ja, maar dat moet je ook niet doen. Nee? Was je helemaal alleen? Ja. Maar toch. Het werkte sterk vereenzamend, deze film, zou ik je zeggen. Ik had geen trek in koffie. Werd je er somber van? Ik ben een beetje somber van. Waarom dan toch? Omdat het een... Als je zoveel vreugde kan halen uit een vuilniszak, wat zijn dan de mogelijkheden in het leven? Nee, die zijn... Nee, ik ben daarna ook de vuilnisbak wel heel anders gaan zien. Ja, toch? Dat wel. Nee, maar het is ook wel sterk vereenzamend als je dit ziet. Ze zaten met z'n drieën. Dit komt niet aan, ja. Maar het is wel interessant dat jij zegt dat het ik snap niet dat jij er somber van wordt. Nee, ik heb er ook hard om gelachen. Maar daarna, het heeft iets van zinloosheid. Dat je denkt, nou ja, zo kom je de tijd door, zou ik maar zeggen. Ja, maar dat is de ultieme relativering. Dat we in een oneindig universum leven en dat we doodgaan. Dat we geen idee hebben waarom. Dat is natuurlijk een tamelijk lastig concept om je leven mee door te komen. Ja. Dus als je een beetje een... ironische manier vindt om erin te staan, dan is het best door te komen. Ja, nee, maar als ik dit serieus neem van jou, dan is dit inderdaad voor jou dus ook een manier om geïnspireerd te raken om weer verder theaterwerk te maken. En zo is het. Ja. Zit ook bij jou altijd in jouw werk ook altijd ook altijd wel veel verwijzingen naar porno en ook wel veel naar porno? Seks? Ja, dat zal best wel, ja. Ja. Als je al jouw werk doorloopt, wordt er ook heel veel gevingerd, valt mij op. Ja. Is dat... Nou, ik ben er vrij goed in. Dat mag ik best wel van mezelf zeggen. Ja. Wat is het geheim van goed vingeren? Ausdauer. Wat de Duitsers noemen dat ausdauer. Ja, hoe zou je het vertalen in het Nederlands? Nou, lang doorgaan daarmee. Niet te snel opgeven. Want waarom zou je op moeten geven? Ik gebruik altijd twee vingers. Ja. Probeer het eens. Ja. Dus deze moeten los van elkaar. Ja, okay, dus wijsvinger en de pink moeten dus los van de duim en de ik zie ding. Het. Ja. Ja, een piano. Ja, doe maar de andere hand zo. Ja. Alsof dat dan het vagijn is. En dan... Het is eigenlijk... Ja. Ja, jij gaat er heel ik wou zeggen, een kind kan de was doen, maar die zijn er natuurlijk te jong voor. Ja. Dus dit. Heb je ooit een reactie gehad van het Koninklijk Huis toen je Beatrix zo tegemoet trad? Nee, helemaal niets. Geen bedankje, niks. Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan, maar ik denk dat het ook wel verstandig van ze is geweest om daar helemaal niet op te reageren. Want anders dan zou uiteindelijk de vraag komen, maar wat vond u dan precies niet kunnen? Kunt u dat even precies uitleggen welk stukje het was? Dus ze hebben daar goed aan gedaan om dat koninklijk te negeren. Hm. Wat zou er eventueel niet aan kunnen dan? Nou, van mij kan het allemaal. Ja. Maar ik heb zitten wachten bij de telefoon. Ik denk, ja, vroeg of laat zullen ze toch wel contact opnemen. Maar niets van dat al. Nee. En dat vind ik een beetje arrogant. Boogie Nights is een film die door jou is uitgekozen. Dat wordt de keuzefilm vanavond. Dus die kunnen we na Zomergast, die direct naar Zomergast kunnen zien. Volgens mij duurt die 2,5 uur. En daar kunnen we een fragmentje alvast nu van vertonen... om mensen even lekker te maken. Maar als jij nog een halve minuut extra hebt om te zeggen... waarom die film zo goed is van Paul Anderson? Het is denk ik een van de meest getalenteerde filmmakers nu. Hij heeft ook There Will Be Blood en laatst ook The Master gemaakt. Magnolia gemaakt. En dit is niet zijn eerste, het is een tweede of zo. En ik vind dit nog steeds zijn beste. En het gaat over de porno-industrie, hè? Ja, als ik het wel heb, gaan we nu een stukje zien dat een jongen, ik weet niet hoe zijn naam meer is. Dirk Diggler. Ja, maar die jongen wordt gevraagd om bij een van de porno-koningen te komen. In zijn achtertuin geeft hij een groot feest om een beetje aan de sfeer te wennen van met welke mensen deze porno-koning omgaat. Het is heel gezellig, dat vind ik zo leuk eraan. En waarom vind je dit met name mooi, dit fragment, om te laten zien? Ik heb dit fragment vrij willekeurig gekozen, als ik heel eerlijk ben. Nou goed, dan gaan we ook. Maar het is grof wel dat het een mooi, lekker lang shot is en dat de camera ook niet goed water ingaat. Klopt. Dus met heel veel bravoure is het gefilmd. Hele mooie, lange shots en allemaal geweldige acteurs en allemaal hele leuke scènes. Okay. Oké, Boogie Nights, vanavond dus te zien. Kijken dus! Thank you, Johnny. My dear, it's party time. Oh, you look lovely. Hello, Colonel, how are you? Oh, hello,
Jack! This is my lady friend. Darling, I'd like you to meet Jack Horner, the finest director in the business. Hi. Do you have any Coke at this party? Oh, gosh, I'm sure they can find some somewhere. Right. No bigger than a minute, are you? Uh-huh. Shy as a butterfly. Out there. And I'm saying he does not have the right to tell me how to dress. Where does he get off to tell me how to dress? Huh? Baby, it's old. It's just plain old. No, wait, let me tell you something, okay, Becky. I don't... First of all, he was obviously pissed off about the music already. What's wrong with it, you know? The cowboy looked into about 6 years ago. It's coming back, though, no, Becky. It's not. No, it's not. It's over. It's dead, okay? I don't think you know what you're talking about. I do know what I'm talking about, all right? And listen to me, and it sounds like your boss has said the stereo store is saying the same thing. What? What? You have to get a new look. Why don't you get a new look? I have a look, okay? The look I have is just fine. What's your look? Chocolate love. All right? 100%. You don't have to lash out like that, Buck. I'm just trying to be your friend. But you see, Miss Amber, I'm at this poor fella from Puerto Rico. You know, I got this club, yeah, that's one thing. But soon that goes, I die. Then what do I have? I got nothing. So, you know, I want something I can send home, you know? Something I can send to my brothers and say, look at me. Look at me and all the beautiful women I've been with. So what, you want me to talk to Jack? Yeah, I mean, what am I asking you here? Honey, Amber, baby, please, talk to Jack. Tell him I can do this. Tell him I won't be back. So you want to be in a movie? Baby, please. I'll see what I can do. Would you love? Thank you, buddy. Thank you. There was long one. Wait, can I talk to you? Yeah. I need to talk to you now. Okay, now. Excuse me. Hi. Can I join in? Hey. Came a lady. She whispered in my ear. Something crazy. She said. Onder water beland. Andy Kaufman, daar komt het volgende fragment van. Wie is Andy Kaufman? Andy Kaufman was een... Je kan hem niet echt een comedian noemen, want dat wilde hij niet. Dat was hij ook niet echt. Hij trad wel op in comedyclubs in New York. En deed daar hele afwijkende acts. Hele absurdistische acts. Ontregelende acts, deed hij. En dat was echt zijn manie bijna. Hij was manisch. Hij bleef dat ook doen als hij niet op het podium stond. Dus een vreemde, rare, ontregelende act. Toen werd hij gevraagd om een rolletje te spelen in een sitcom, Taxi. En daardoor kreeg hij nationale bekendheid in Amerika, waardoor hij nog meer nog vreemdere dingen kon doen. En nog meer kon fucken met het publiek. Ik vind het. Hij heeft echt iets uitgevonden, vind ik. Wat Sacha Baron Cohen nu doet, weet je wel, van Borat. Van Borat. Ja, ja. Ook Cohen, ja, ik snap het. Ja, dit is een rare. Dus de werkelijkheid of situatie. Nou, moet ik even goed uitleggen. Hij maakt de hele situatie grappig. Dus op het moment dat hij The Great Gatsby gaat voorlezen aan het publiek, helemaal. Is dat op dat moment voor het publiek heel vervelend. Maar de anekdote en de gebeurtenis op zich is natuurlijk verschrikkelijk grappig. Ja. Dus hij dreint en hij pest en hij... Ja, en je weet nooit wat je van hem kan verwachten. En dat maakt de anticipatie altijd, voordat hij iets gaat doen. Ja. Dat is eigenlijk het grootste... Het leukste eigenlijk waarschijnlijk. Als je bij Andy Kaufman komt, nou, je weet niet... Je weet nooit helemaal waar je aan toe bent. Je weet nooit precies waar je aan toe bent. Nee. En deze scène ook, hè, die we nu gaan zien. Ja, hier zit hij in een grote zaal. Het klopt vooral niet alles, maar een beetje. Ja, ik zal een beetje... Ja. Ik kan wel dat zijn broer zit een beetje in het complot. Hij heeft al een hele tijd erop zitten, allemaal acts gedaan. Maar ook veel gedraineerd. En dan haalt hij zijn hele familie het podium op. Wat is echt saaier, kan bijna niet. Dat gaan we allemaal zien. Ja. Moet je te veel even uitleggen misschien. Ja, wat ik wel... Ja, zeg maar. De,
Nou, de situatie dat eigenlijk iedereen zich ongemakkelijk voelt, het publiek dat niks aanvindt, maar dat Andy daar zo staat te glunderen, vind ik zo grappig. Vind je al fijn. Ja, daarna komt er nog iets moois achteraan. Ik zeg even bij dat het beeld echt heel groezelig is. Dat komt omdat het is door iemand met een camera in het publiek vanuit de zaal gefilmd. Opgenomen, zo slecht zelfs dat er af en toe zelfs timecodes voorbij komen, volgens mij. Dus schrik niet, dat heeft niks met je afstandsbediening te maken. Nee, precies. Dat zit in het fragment besloten. Andy Kaufman. Andy Kaufman. Where are they? Are they coming? Where are my... Okay, here's my sister, Carol. Let's have a big hand for Carol. Okay, go on up to the stage now. Okay, and who else is coming? Come on, where's Michael, my brother, and my Grandma Lily and Grandma Pearl? Okay, here's Grandma Pearl. Come on, Grandma. Okay, here she is. Okay, very good. Okay, very good. Okay. There you go. And who else? Now, where's Michael? Okay, here's Michael and Grandma Lily and Mommy and Daddy. Come on up to the stage now. Okay. Okay. Okay, let's go. Okay. Okay. Very good. Okay. Very good. Okay. Here they are. It's my family here. Okay. Hello. Okay. Now, we just had Thanksgiving dinner together a few nights ago, and we all have there's a lot of talent that runs in my family, and each person, they have a special talent. Now, my parents don't know. Do you have anything special planned? No, we really don't have very much to say, do we? No. No. It's very, very hard to compete with this young man. Okay. We thank you all for coming. Okay, well, how about Michael? Now, Michael, do you want to do something? All right. Okay. Michael is my brother, and here we go. Michael, what are you going to do? I don't... You want to sing a song? Okay. You want to sing that song that you sing? The only one I know? La Bamba. Yeah. Okay. Okay, Michael's this is his specialty. He sang this at our... You know, every Thanksgiving when we have around the dinner table, after we finish the turkey and everything, everyone does a little song, you know? So Michael's going to do his song. Every year he does the same song. So he's going to do it called La Bamba. Okay, you don't know. Are they going to play? Or? Oh. Should I just start singing? Okay. Will the band know to play? Okay. Okay. Oh. La da 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 bamba. La da 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 bamba. For shitty, for shirley, fatty, fatty, sturdy. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Hoppa, hoppa, da shadow. Bamba, bamba, yariba, 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 da 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 bamba, 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 la 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 bamba. La 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 bamba, fa da da she fa fa di fa di bamba 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 bamba. Okay, big hand for Michael. Okay. And they sit there. As soon as the rabbi starts praying, and by the time he's all through praying, the dog had been praying with him all along. Everywhere the rabbi said, the dog said. When the services were over, the rabbi went over to this man. He says, you know, he said, this dog really should be a rabbi. He said, please, tell it to him. He wants to be a doctor. Okay, let's hear it for Grandma Pearl. Thank you, Grandma. Thank you. Okay. Thank you. Okay, now Grandma Lily, last but not least, Grandma Lily. Okay, now Grandma Lily and I are going to do a duet together. This is from the record, our forthcoming record album that we're making. It's called Andy and His Grandma Lily. And it's going to be released soon it's a record album, once we find a label that's going to buy it, right? Yeah. And, Oh, yes! Why is everybody yelling at me? Did you like the thing with my family? How many people liked it? How many people didn't like it? Okay, ladies and gentlemen, I would like to say right now that I am highly insulted by that.
I am trying my best. I am trying my best to do my best up here and to give you a show. I'm trying to give you a variety show. I've never claimed to be a comedian. I've never claimed to be able to tell a joke. I've never been able to tell a joke. I have never, what? If you want to heckle me, you win, because I have no comebacks. I have nothing witty to say. I never claimed to be clever or talented or witty. I came up here to do this because my family is together for the first time in years, and we're doing this show together. And if you don't like it, I'm sorry, and I'm sorry if I've brought all of you down. I came to see a good show. I'm trying to do some singing, some dancing, some songs with my family, and you know, it's a variety show. So, if I brought you down, thank you very much for showing me where I'm at. I guess I don't really have that much more to do. And if you don't want me to continue, then I guess I won't. So, thank you for showing me where I'm at. Ja, is leuk, hè? Ja, ja ik vond het erg. Ik stonk er ook echt in. Toen. Ja, jij gelooft het echt? Ja, absoluut. Ja. Ja, jij kent hem heel goed. Jij kent al zijn werk. Nou, wel veel. Alles wat er op YouTube is. Is hij echt een inspiratiebron? Nou, hij is vooral een inspiratie als ik in een situatie kom waarin ik het publiek echt tegen me krijg. Wat wel eens gebeurd is. Ook in Engeland is dat wel eens gebeurd. Dat ik dan denk van, nou, maar er is toch nog wel een manier om er toch nog iets bijzonders van te maken. En wat is dat dan? Om daar dan mee te gaan spelen. Om dan voor die paar mensen die dan snappen dat je iets anders aan het doen bent. Dat je de woede van het publiek eigenlijk gebruikt om weer iets leuks te doen. Door te lang applaus in ontvangst te blijven nemen, wat er helemaal niet is. Ja. Dus dan is Andy Kaufman heel erg handig, ja. En als je dat moet doen in jouw werk, is er dan sprake van twijfel op dat moment? Of voel je je juist wel sterk op het toneel? Als je dat moet doen. Nee, als je een publiek echt tegen je hebt, dat is best wel een naar gevoel. En dat is ook best wel moed voor nodig om daarmee te durven spelen. Je doet alles ervoor om te zorgen dat mensen je leuk vinden. En dat je de lach krijgt en dat je applaus krijgt. En als dat dan zo prettig als een lachende zaal kan zijn, zo naar is een massa mensen die echt agressief worden en echt nare dingen tegen je beginnen te roepen. Maar wat is jouw wet daarin dan? Ja, zeg maar, de nou, dat je dan, oké, okay, ik krijg het niet meer op de rails nu. Ik moet mijn gewone materiaal moet ik vergeten. Ik ga nu spelen met de nieuwe situatie die is ontstaan. Door bijvoorbeeld te doen alsof je absoluut niet bewust bent dat het publiek ontevreden is. Alsof je al het geluid wat er komt eigenlijk interpreteert als aanmoediging. Ja. En dan gewoon maar door te gaan. En dan is toch de kans heel erg groot dat een paar mensen dat wel opmerken wat er gebeurt. En dan kan het toch weer leuk worden. En op die mensen richt je dan en daar zorg je dat weer groter precies. Wordt. Ja, ik heb wel eens in Engeland een keer gehad dat het echt een tweedeling was. Dat 50% schreeuwde, get off! En de andere helft schreeuwde, stay on! En dat was toch wel heel erg leuk. Ja. Ik heb ook altijd de indruk dat jij wel graag... Ja, oké, dat snap ik. Maar ik heb de indruk dat jij graag speelt met ongemak en de zaal. Ja, maar als ik het... Dan heb ik het zelf geregisseerd. Dan is het ingebouwd in de voorstelling. En dan weet ik dat het komt. Dan weet ik ook dat het welke kant het daarna opgaat. Dan is dat gewoon onderdeel van de show. Ja. Maar als het je overvalt, dan is het een stuk enger. Ja. Is hij overigens een vrij normale figuur of is hij redelijk verknipt? Hij is dood, hè. Ja.
Ook in het gewone leven was hij heel moeilijk te peilen. En hij bleef ook doorgaan. Hij ook practical jokes uithalen, los van het podium. Hij ging daar eigenlijk bijna altijd mee door. Dus ook mensen die over... Ja, behalve zijn allerbeste vrienden. Waar hij ook de dingen mee bedacht en de dingen mee uitvoerde. Ja. Die kenden hem denk ik wel een beetje. Maar verder wist niemand precies wie hij nou eigenlijk was en wat hij nou wilde. Frustratie. Soms was het moeilijk om te denken van ben je nou jezelf aan het entertainen? Ja. Of het publiek. Dat was soms moeilijk te onderscheiden. Fortuyn zei tegen Theo van Gogh in de uitzending... frustratie is de motor van creativiteit. Dat is al best. Proberen op twee poten te balanceren. Ja. Dat kon ik. Ik heb dat vroeger wel eens hele lessen volgehouden. Een hele les lang. Frustratie, ja, dat zou best wel eens kunnen. Dat je wil bewijzen, ja, maar ik ben wel goed. Dat als je misschien te lang hebt gehoord van... je bent niet goed of je deugt niet... dat je dan de rest van je leven bezig bent om te bewijzen dat je wel goed bent. Dat, ja, ik denk dat dat niet alleen van creativiteit, maar ook van ambitie. En hoe kijk je in dat opzicht naar jezelf? Niet. Ik kijk wel uit. Je kijkt niet naar jezelf? Dat kan niet. Natuurlijk kan dat. Je kunt toch constateren van... Ja, dat is waar. Ja, ongetwijfeld, ja. Volgens mij heb ik ook wel... Het duurde heel lang voordat ik doorhad waar ik goed in was. En tot die tijd was ik alleen maar heel erg onaangepast... en wist ik ook niet zo goed hoe of wat. En dus je krijgt alleen maar steeds te horen dat je niet voldoet. Dat je niet voldoet aan wat er van je verwacht wordt. Op het toneel of eerder al? Nee. In je jeugd? Of ja, precies. Door wie? Door alles en iedereen. Op school, weet ik wel. School ging het niet echt goed? Nee, het ging niet echt goed. Dus ook dus omdat je voldeed niet? Ja, je voldeed niet, precies. Ja. Dus je bent dus niet goed. Dat is allemaal gepsychologiseerd, dus ik weet het ook helemaal niet of dat zo is. Maar op het moment dat je dan gaat staan voor een groep mensen voor het eerst... En je merkt dat er iets gebeurt en dat het daarna iedereen het geweldig vindt. Dan helpt dat om af te komen van die oude wond die eigenlijk bij je is aangebracht van dat je niet goed bent. Dus is theater maken ook een vorm van aandacht vragen? Aai over de bol? Van bevestiging. Van bevestiging dat je wel goed bent. Maar niet alleen theater, dat is denk ik... Maar tegelijkertijd is bij jou het gekke dat als je dan te veel bevestiging krijgt vanuit een zaal... dan help je dat weer het liefst snel om zeep. Hè? Als je slotapplaus krijgt, dan zeg je ik wil geen slotapplaus. Ja, maar dat is gewoon ook een leuke stunt. Ja, maar het zegt ook iets. Het zegt ook iets dat je het niet echt wilt. Dat weet jij beter dan ik. Nou ja, dat is toch duidelijk als je het doet. Nee, ik weet niet of dat zo is. Nee? Op het toneel is alles bedacht. En je weet nooit waar het vandaan komt. Je bent... Voor ideeën ben je afhankelijk van wat er allemaal in je hoofd omgaat. Ja. En daar heb je eigenlijk niet zoveel controle over. En één keer af en toe komt er ietsje bewustzijn binnen... en dan denk ik van, hé, dat is leuk, dat is spannend. Ja. Daar vaar ik op. Op dat kleine beetje wat je wel begrijpt dat je hoofd komt. Ja, wat mijn bewustzijn binnenkomt. Ja. En dan voel je van, hé, dat is een goed idee, dat is leuk. Daar hou ik de aandacht mee vast. Want het is eigenlijk niks meer als je in je eentje gaat staan... om de aandacht van het publiek vast te houden. En wil je die aandacht vasthouden, moet je appelleren aan dingen die mensen voelen. Waar ze bang voor zijn of wat ze eng vinden. Taboes. Of taboes of whatever. Ja. Maar je moet die aandacht vasthouden. Dat is eigenlijk het enige, de enige echte drijfveer. En de rest is hoe je het opbouwt en hoe dat je is techniek. Structuur eraan aangeeft. Maar het is inderdaad aandacht vragen. Ja? Dus schaam je niet voor om te zeggen... dit is mijn manier om aandacht te vragen. Ja, maar als je alleen op een podium gaat staan en je wil geen aandacht... daar kom je niet meer weg. Daar zou je... Ja, oké. Weet je, we halen er een gek bij. Laten we dat doen. We halen er een gek bij. Charles Manson. Oh ja. Wie is Charles Manson? Charles Manson was een secteleider in de jaren 60 in Amerika... echt een beetje een mislukte muzikant. Hij heeft nog ooit muziek gemaakt met de Beach Boys. En verzamelde wat jonge mensen, meisjes om zich heen. Hij was zelf ook nog jong toen. Hele club. En die stopte die vol met
rare ideeën en ook onder invloed van LSD. Het was eigenlijk een soort hippie, maar een wat kwaadaardiger hippie dan de normale hippies. En uiteindelijk kreeg hij die echt hele onschuldige meisjes. Als je ze ziet, dan kan je je niet voorstellen dat ze zo evil kunnen zijn. En die kreeg hij zover dat ze de meest gruwelijke dingen deden bij mensen. Huizen binnengaan en echt martelen en vermoorden. En hij heeft zelf nooit iemand vermoord. Hij heeft het altijd laten doen. Toch heeft een officier van justitie het voor elkaar gekregen dat hij tot op de dag van vandaag vastzit. Wat wel interessant is. Als een bijna staatsgevaarlijke man. Ja. Hij is echt evil. En als ik me een voorstelling zou moeten maken van hoe God eruit ziet, zeg maar de God van Abraham, dan denk ik altijd een beetje aan Charles Manson. Dat is zo'n type. Laat eens kijken. Ja. Vanuit de gevangenis. Ja. White singular man in custody here. It's hard to imagine that Manson once had aspirations as a singer-songwriter in Hollywood, even going so far as to record some of his music. Look at your game, girl. But that music may have indirectly led to the mayhem which followed. Vincent Bugliosi was the man who prosecuted Manson and his family members. In his best-selling work on the events of 1969, Bugliosi theorized that Manson's anger came as a result of the rejection of his music by Doris Day's son, record producer Terry Melcher. Melcher once lived at the house where Tate and the others were murdered. It's a theory Manson rejects. Terry Melcher came to me. I didn't come to Terry Melcher. He came to me with money in his hand. He offered me. I didn't ask him. I wasn't knocking someone's door down. I was running from that. When I got out, I was in that. I was already through that. I had that. I had the studio. I went to the studio. I went to Vox Studios. I had it all. And I looked at it and I said, this is a bigger jail than I just got out of. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag and 10 or 15 girls. What the hell I want to go off and go to work for? Work for what? Money? I got all the money in the world. I'm the king, man. I run the underworld, guy. I decide who does what and where they do it at. What am I going to run around and act like I'm some teeny bopper somewhere for somebody else's money? I make the money, man. I roll the nickels. The game is mine. I deal the cards. Sad, sad game. So it's a money. Oh, how you are. How do you mind your heart? How do you mind your heart? That's what I sing. I sing, just however I feel. But Manson's biggest legacy was not his music. It was the fear which gripped Hollywood following the killings. Was it an intention of yours to scare the Hollywood community? Hollywood's been afraid since it began. Hollywood knows Hollywood. Anybody that knows the garbage cans in the alley understands Hollywood. Look out, Elvis Kennedy. Finally, after two decades, Charles Manson remains an enigma. Outlaw, cult leader, convicted murderer, he is the man who most terrorized Hollywood. People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. Mm-hmm. Ik hoop nu dat de kinderen wel naar bed zijn. Want? Voor de kind. Nou, dit is engert. Ja, dat vond ik ook toen ik het zag. Dit is nou echt een enge man. Waarom is die eng, vind jij? Nou, kijk, er valt niet zoveel over te zeggen, omdat het een psychopaat is. En een psychopaat heeft gewoon een steek los. En dan kan je naar patronen gaan zoeken of gaan psychologiseren hoe dat zit en waarom dat is. Maar daar kom je toch niet uit, want hij is gewoon gestoord. Mm-hmm. Maar het is een hele charismatische gek. Maar hoe komt dat? Dat weet ik niet, omdat hij kennelijk een talent heeft voor taal en goed kan praten. En dus volkomen hele lieve, onschuldige meisjes tot echt sadistische moordmachines heeft kunnen krijgen.
Maar jij zegt, ik kan niet met hem mee, want ze is een psychopaat, zeg jij. Ja, dus je kan geen patroon vinden of geen verklaring vinden voor waarom hij zo is. Hij is gek. Het is een psychopaat. Ja. Je kan daar urenlang psychiaters op loslaten en hele lange gesprekken voeren en dan weet je nog niks. Zijn er periodes in jouw leven geweest dat jij dacht, ik ga deze kant op? Nee. Ik zit daar in de buurt? Nee, jij? In het voorportaal? Nee, ik heb nooit psychopathische neiging gehad. Ik ben een kwispelende golden retriever. Dat lijkt me nou ook weer het andere uiterste. Ja, dat is misschien een beetje overdreven. Nee, maar ik geloof niet dat ik psychopathische neigingen heb. Nee. Wel een beetje gek? Nee, ook niet. Gevoelig. Ik ben een hele gevoelige jongen. Maar ik ben geen gek. Waarom zeg je dat? Waarom ik dat zeg? Ja. Ja, een beetje voor de flauwekul. Ja. Maar omdat ik niet geloof dat ik een... Kijk, gek is volgens mij als je echt de werkelijkheid... echt buiten de werkelijkheid staat. Ja. Dat je je gedrag ook niks meer te maken heeft met de werkelijkheid. Dat heb ik nooit gehad. Ik heb altijd wel begrepen wat er zich om me heen afspeelde. En ik ben ook nooit bang geweest voor mijn eigen hoofd. Dat is volgens mij de definitie van gek zijn. Dat je... iets gebeurt in je hoofd en dat je echt niet meer snapt wat er gebeurt. Ja. Dan kom je daar. Dus het is ook niet erg om daar af en toe toch wel in de buurt te komen. Dat je af en toe niet, jezelf niet helemaal meer begrijpt. Dat is toch een mooie gevarenzone waar het goed uit putten is, zou je zeggen? Nou, liever niet. Nee? Nee. Het is wel leuk om uit je onderbewuste te putten. Zoals David Lynch uit zijn dromen ideeën haalt. Dat doe jij wel, uit onderbewuste. Nee, ik wou dat ik dat kon. Je weet nooit waar ideeën vandaan komen. Die komen uit een gedeelte van je hersenen waar je geen controle over hebt. En hoe bereik je dat moment dat je geen controle hebt? Ja, dat kan dus niet. Zo beperkt zijn we dus als mens. Dat we gewoon afhankelijk zijn van hier een gedeelte in je hoofd waar iets gebeurt. Niet te sturen. Nee, misschien als je heel lang mediteert. En als je heel veel lang drinkt of heel veel. Ja, je kan jezelf met drugs door een joint te roken, kan je bewustzijn even kantelen. Ja. Waardoor je net even anders tegen dingen aankijkt. En als je er dan op tijd bij bent, kan je daar een goed idee uit krijgen. Heb je ook je voordeel mee gedaan? Ja, dat heb ik wel. Het werkt ook echt goed. Ja. Maar als dat op een gegeven moment het standaardbewustzijn wordt, stoned zijn, dan ben je nog niks opgeschoten. Het is het moment dat je dus de werkelijkheid ziet op een bepaalde manier. Ja. En er gebeurt iets chemisch in je hoofd en in één keer is alles anders. Het is nog steeds hetzelfde en toch is alles anders. Dat kan wel eens ideeën opleveren, omdat je dan opnieuw naar dingen kijkt en ze heel anders interpreteert. En dat is voor mij wat soms kunst ook kan doen. Dat je naar iets kijkt en dat het iets wat je al heel lang vaak gezien hebt en in één keer is het toch anders. Ja, ja. En put je nu de laatste jaren van je werk meer uit de maatschappij of meer uit je eigen omgeving en je eigen hersenpan? Hoe zie je dat? Ja, altijd mijn eigen hersenpan. Maar mijn eigen hersenpan wordt beïnvloed door alles wat ik zie en alles wat ik meemaak. Ja. Dus dat sijpelt als vanzelf door in de ideeën. Ja. En daar ben je ook mateloos, of daar ben je ook grenzeloos in. Dat kan porno zijn, dat kan mensen zijn. Alles wat we nu gezien hebben, kan jou inspireren om jouw werk te maken. Als het maar leuk is, als het maar boeiend is. Leuk? Ja, nou. Het is ook wel naar, hè? Ja, maar het is uiteindelijk altijd entertainment. Wat ik doe. Het is altijd entertainment, niks meer dan dat. Je moet er niet dingen op gaan plakken als belangrijk. Wat je tijdens die Mars van Beschaving steeds hoorde, hoe belangrijk het is. Het is niet belangrijk. De kunst is heel erg leuk en heel erg inspirerend en heel erg spannend, maar niet belangrijk. En op het moment dat het belangrijk wordt, wordt het meestal ook heel saai en bedoelerig. Ja. En daar moet je proberen, denk ik, van weg te blijven. Volgens mij stelt Theo van Gogh op een gegeven moment de vraag aan Fortuyn. Die was 50 geworden, zei hij volgens mij in het interview, of hij gelukkig was. Zal ik die vraag ook eens aan jou stellen of niet? Ik ben wel gelukkig, ja. Ben je gelukkig? Ja? Zelfs anders geweest? Ik ben ook wel eens ongelukkig geweest. Ja. Maar ik ben wel gelukkig, ja. Ja. Wat is jouw zwarte periode geweest? Was dat na Breyer, denk ik, weer op een gegeven moment gestopt? Toen zei ik heb een zwarte periode gehad. Ja, dat was een periode van echt totale uitputting. En veel te lang doorgaan. En dus niet dealen met dingen die ik wel moest verwerken.
Ik dacht, het gaat prima toch? Een tijd lang dacht ik dat het leven heel makkelijk was. Want je speelt je voorstellingen en dan ga je naar huis. En als er iets onaangenaams je gemoed binnenkomt, dan blow je. En dan wacht je weer tot je weg gaat optreden. Dan blow je. Dan blow ik. Ja. Dan leg je dat even lam. Ja. En ik dacht, nou, dit is fantastisch. Maar dat bleek dus toch niet helemaal zo te werken, want je bouwt een schuld op. En op een gegeven moment weet je helemaal niet meer wat het nou precies is, wat je allemaal voelt en of je nog wel iets voelt. Ja. Dus ja, daar moest ik dan weer helemaal van terugkomen, maar dat is wel gelukt. Ja. Ik begon de uitzending volgens mij met te zeggen dat er gebeld kon worden en dat je vrouw bevallen is. Ik neem even aan dat ze niet bevallen is. Laten we ervan uitgaan, ja. Ja. Over een maand is het zover. Mm-hmm. Nou, dan wens jullie veel geluk toe. Ja, dankjewel. Dank ja, dan gaan we er vrolijk uit, denk ik. We gaan er een punt aan breien met Frank Sinatra. Ja, dat vond ik de uiteraard een goede. De chairman of the board mag het afsluiten. Ja. Hier is hij te zien met het concert van Count Basie. De dirigent is Quincy Jones. Hij zingt 1965, St. Louis. Ja. You make me feel so young. En in de coulissen doen Dean Martin en Sammy Davis ook nog een beetje mee. De Rat Pack, volgens mij zijn dochter staat er ook nog bij, volgens mij, van Sinatra. Ja. Leuk. En waarom met Sinatra eindigen? Zeg iets moois over zijn stem. Over zijn timing. Nou, die stem, hè, van, ja, van Frank Sinatra, die is nooit sentimenteel. Zelfs niet als die hele gevoelige ballad zingt. Dan heb je ergens ook nog wel het gevoel dat hij misschien wel met andere dingen bezig is. Niet zozeer met het gevoel is hij bezig, als wel met de interpretatie van de tekst. Hij acteert de tekst. En daardoor heb je nooit dat er een emotie bij je wordt opgedrongen. Hij verhoudt zich tot die tekst en laat zien hoe mooi die tekst is. Niet zoals Jacques Brel, dat je helemaal mee moet in dat lijden en in die, mm-hmm, in die melancholie en het verdriet wat hij allemaal voelt. Hij houdt daar afstand toe en daarom is dat heel erg... Het is gedistingeerd. Ja. Ja, het is, dat zou je ook kunnen zeggen, ja, maar dat zou ik niet doen. het is... Hij acteert met heel veel respect voor de tekst en heel veel respect voor degene voor de tekstschrijver. Ja. Dus hij acteert het liedje. Ja. En hij gaat niet helemaal in het gevoel hangen. Okay. You make me feel, Frank Sinatra. So fucking young. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon, just like a toy balloon. You and I, we are just like a couple of tots running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, because you make me feel so young. You make me young. You make me feel like spring sprung. Yes. Every time I see you grin. What happened? I'm such a happy individual the moment that you speak. What do I say? I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon. Yeah. Just like a big balloon. Because you, we are just like a couple of tots
make me young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, because you make me feel so, ooh, I just feel so, you make me feel so young. Lekker, om zo te lekker, einden. Lekker, hè? Hè? Ja. Echt wel. Zien we je binnenkort nog op toneel? Ja, mensen kunnen mij dus boeken. Oké, Hans. Nog even goed zeggen. Zo. Je gaat ook nog zingen, gaat alles doen. Ja, ja, Hans, ja, ja. Ik wil je heel erg bedanken. Oh, nou, graag ik gedaan. Ik heb veel waanzinnige fragmenten gezien en vond dat je goed praten. Dankjewel, dankjewel. Ja. Heb je daar zin gehad? Ik vond het wel een rare toestand, maar ik vond het wel... Je zit hier in het hele lege studio. Iedereen is al weg. Er komen allemaal mensen, komen ze dan af en toe hier. Een drankje zingen. Veel te grote tv. Ja. Maar ik vond het wel leuk, ja. Goed zo. Dankjewel, jongen. Ja, en succes met die andere aflevering. Want ik zeg even tegen de kijkers dat dit dus de eerste aflevering was van Zomergasten. Volgende week zit hier schrijfster Nelleke Noordervliet. Ik wens u nog veel plezier met de keuzefilm, niet vergeten, van Hans. Boogie Nights. Boogie Nights van P.T. Anderson. Tot volgende week. Doei. Dag. Hey. We are just like a couple of tots, and we're running around the meadow, snatching up all those forget-me-nots. You make me young, you make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling.